Evert, na onze Instagram post, we hangen er nu wel echt aan. Hè? Ja. 29 dagen live tijdens het WK. Beseffen wij wel wat we gedaan hebben eigenlijk? Ik wel. Ik ben nu al een maand aan het zeggen, moeten we dat wel doen? En jij zegt de hele tijd, ja, we moeten dat doen. Dit en is het summum wat we kunnen bereiken. Nu dat de fans beslist hebben dat we het moeten doen, heb ik het ook tegen mijn vrouw moeten zeggen. En nu besef ik van, ah ja, shit. Je had dat nog niet gezegd. Ik heb een vrouw en een kleine baby. En een WK duurt vrij lang. Dus dat wordt een spannende maand op familiaal gebied. Voilà. Dennis, jij komt ook meedoen. Ah ja, Dennis is er. Niet. Dennis heeft zich overslapen, vermoeden we. Ja, het is niet echt bereikbaar. 10 uur 's morgens, het is wel vroeg. Het is een schande. Voilà, ik vind het ook een schande, maar goed. Achter u, de nieuwe versie van de Gouden Krok. Ja, correct. Wij moeten eigenlijk opnieuw tot 8 genomineerden komen. Het is weer zover. Hoe wil je dat aanpakken? Vorig jaar hadden we redelijk goede systemen, dus we hebben elk 3... titularissen die we mogen kiezen. En het publiek voegt er nog 2 aan toe. En dan hebben we een lijstje van 8. En 1 van die 8 zal het worden. Ja. Toch? Dus de komende weken kan het publiek stemmen voor er 2 toe te voegen. Ja. Moet ik mijn 3 eerst zeggen? Of om de beurt? Of? Ik ben zeer benieuwd. Ja? Die van u. Ja, echt waar. Ene ben ik 100% zeker dat je die gaat pakken. Zeg ja, maar. Wie zal ik dan nu zeggen? Mathieu Maartens. Ja, dat wist ik. Voilà, okay. Van OHL. Terecht. Trouwens, je had een nieuwe regeling gevoerd die wel anders is dan vorig jaar. Union doet niet meer mee. Ja, nee, maar dat is een discussie die we moeten voeren, denk ik. Union is op enorm korte tijd misschien geen K12-ploeg niet meer geworden. Ik denk toch dat je dat gewoon doet, zodat KV Mechelen meer kans heeft. Ja, we moeten niet zeveren. Als Union er nog in zit, dan wint Teddy Thema de Gouden Krok. En dan moeten we weer naar het Dudepark. Ja. Oké, maar gaat Thema in de top 3 van de Gouden Schoen staan? Misschien wel. Ik denk het wel. Want dat is eigenlijk het concept. Okay. Goed, dus ik zeg Mathieu Maartens. Ik zeg nog altijd en terecht Rob Schoofs. Ja, nee. Van KV Mechelen. Ja. Dino Hotic, Cercle Brugge. Vorig jaar ook genomineerd, denk ik. Ook een hele goeie. Ik ga een uitzonderlijke doen. Maxime de Kuyper. Eigendom van Club Brugge, maar speelt wel bij Westerlo. Telt. Stef Peters. Mooiste haar van de Jupiler Pro League, Eupen. Was er vorig jaar ook al bij? Was er vorig jaar ook bij. Dat is als je niet wordt opgepikt natuurlijk. Hè? En mijn laatste is Betsner van Oostende. Oké. Okay. Vind ik onderschat. Ik vind dat een goede shotter. Oké. Okay. Ja, dus door het WK gaan we er de komende weken wel niet meer zijn. Maar op Instagram kunnen jullie meestemmen voor wie nog bij de laatste 8 genomineerden gaat komen. Mit podcast. En voor de mensen die het zich afvragen waarom wij in pak zijn. Evert, waarom zijn wij in pak? Vanavond gaan wij naar het grote gala van de Belgian Podcast Awards. Het grote gala van de Belgian Podcast Awards. Wij duiken de rode loper op in ons schoonste kostuum. En dat is op DPG. Dus ik kijk er heel hard naar uit om onze vrienden van DPG daar te ontmoeten. Voilà. Je kunt dat allemaal live volgen op de Instagram-pagina van Friends of Sports. Welkom, dames en heren, bij Mid-Mid, de wekelijkse voetbalpodcast van PlaySports. Onze gast van vandaag speelde als rode duivel op 4 grote toernooien en heeft, net als Evert Winkelmans, een haat-liefde-relatie met de Gouden Schoen. Welkom, Lorenzo Stales. Dank je wel. Lorenzo, kent je Mid-Mid? Ik ken het, ja. Absoluut. Ja? Kent je het concept? Al een paar keer gezien, ja. Oké, okay, leuk. Hij komt hier binnen en hij zegt, ik heb die aflevering met Mike Verstraeten gezien. Ja, dat kan ik geloven. Hoe gaat het met u? Ça va. Ja? Ja. Waar houd je zo al mee bezig nu? Ik ben commercieel vertegenwoordiger voor een chappenbedrijf uit de Nat voor het moment. Dus al een jaar of 2, 2,5. Klein beetje gedaan in combinatie met nog trainerschap laatste jaar bij Hoek, maar nu niet meer in het voetbal. En wat is het precies? Ik had het niet goed verstaan. Commercieel vertegenwoordiger West-Vlaanderen voor een chappenbedrijf, voor okay. Carabel Internat. Oké. Okay. En je bent eigenlijk begonnen in corona? Net in corona, ja, inderdaad. Spannende tijden. Wel om het waren heel spannende tijden en ook moeilijk om afspraken te maken en dergelijke. Maar nu is het allemaal vlotter aan het gaan. Maar we zijn ook sport-related in de zin dat we met klanten naar bepaalde evenementen gaan. Om voor het kijken morgen naar Anderlecht, vanavond naar Anderlecht tegen Show Bucharest. Ja. Oostende basket, wielerwedstrijden, trackdays in Zolder. Dat doen we met klanten, dus okay. Het is wel nog sport-related. En dat is dan uw taak om die rond te leiden en wat uitleg. Ja, om die uit te nodigen, om dan daarbij te zijn, wat te begeleiden. Okay. Ja, als je naar een voetbalmatch kunt met Lorenzo Stales, als lekker. Klant van zo'n bedrijf, lijkt me dat wel heel plezant. Want je kunt al de anekdotes die wij ook uit zijn neus willen vissen, kun je dan ook vragen, toch?
Ja, ik zou dat graag doen. Dus, hoeveel chap moet ik bestellen om zoiets uitgenodigd te mogen worden? Dan moet je al goede klant zijn. Vrij inderdaad. Veel, ah, shit. Maar hoe komt je daar terecht? Hoe komt je daar terecht? Ja, in feite via iemand die ik kende. En pas op, Vital Borkelmans is ook voor ditzelfde bedrijf nog actief geweest. In dezelfde functie ook? Iets ander, iets meer PR. Ik doe ook verkoop, hè, dus ik ga dagelijks op de baan. En dat is wel het verschil met Vital. Vital die enkel de evenementen en ik ben er voltijds in dienst dus. Ja, oké. Okay. Iets voor u? Commerciële vertegenwoordiger? Ja, ik ben ook al de vertegenwoordiger van Bob Peters. Dus ja, ik kan, kan ik er ook zeker bij nemen. Veel ontslagen deze week. Ja. Zijn jij aan het bellen? Zijn jij aan het rondbellen? Zijn jij iets aan het doen eigenlijk? En ja, tuurlijk. Ik heb Bob Peters meteen voorgesteld bij Wouter van den Houten, maar hij heeft nog niet geantwoord in WhatsApp. Maar Lorenzo is ook beschikbaar, hè? Hij wil misschien ook terug in het voetbal, toch? Ja, moest het wel. Ik moet eerlijk zijn, dat is ook logisch. Ik heb vorig jaar nog een beetje van me af kunnen bijten en in Nederland aan de slag gegaan. Waar dat we met de winterstop actief geweest zijn. 17 wedstrijden gespeeld, 14 gewonnen. 2 verloren en 1 gelijk gespeeld. Dat is een trainer, hè. Directe statistieken erbij. Ja, maar nee, maar goed. Ja, ze stonden op de 16e plaats. En uiteindelijk, als we weggegaan zijn, stonden ze op de 4e plaats. Maar blijkbaar was dat niet genoeg en hadden we niet genoeg indruk gemaakt. En wouden ze niet luisteren naar wat er dit jaar zo aangekocht worden. En toen heb ik gezegd, oké, als ze mijn kant niet willen volgen, dan hoeft het voor mij ook niet. Maar ja, Hoek, dat was bij Hoek. Ja. Dat is de hoogste amateurreeksen in het Nederlandse voetbal. Dus dan kijk je ook naar de hoogste amateurreeksen in Belgische voetbal eventueel. Jawel, inderdaad. En weet je waarom? Omdat dat iets is dat ik kan combineren met mijn job. Ja. Dat was in Hoek bijvoorbeeld maandag, dinsdag, donderdagavond training, zaterdag wedstrijden. Oké, dat waren wel soms verre verplaatsingen. Ja, dat is toch niet niks. Ook niet. Maar dat is wel leuk om te doen, ja. Dus, is dat dan volledig professioneel? Die spelers? Nee, die werken ook. Hè. Die hebben een job. Alleen de zaterdag moeten ze opofferen. De zondag zijn ze vrij en in de week gaan ze werken. Hè. Ja. Met corona vorig jaar zijn er wel een paar heel moeilijke dagen geweest. Omdat er dan heel veel midweekmatchen geweest zijn om in te halen. En voor die jongens was dat soms wel heel moeilijk om dat met een job te regelen. Ja, maar voor u toch ook? 3 trainingen in de week. Altijd die verplaatsingen naar Hoek. Dan de wedstrijdverplaatsingen binnen Nederland. Toen is het niet zodanig ver. De verplaatsingen zijn wel ver, maar oké, dat is op zaterdag. Dus heb je toch... de job van mij is gewoon tijdens de week, hè, van maandag tot vrijdag. Heb jij een idee waar Hoek ligt? Ja, net over de grens aan Terneuzen. Terneuzen, ja. Okay. Dat klopt. Hey. Dat is inderdaad niet zo ver. Hè? David de Stormen heeft daar gespeeld. Ver, maar, wat lief? David de Stormen heeft daar zijn carrière beëindigd. Al heel veel Belgen spelen daarin, maar het is ook, ja, ze moeten ook recruteren in België. Hè. Als je vanuit Hoek een cirkel trekt, dan zit je voor de helft in het water. En de rest van Nederland is ver weg, dus. Gaan we het eens hebben over Lorenzo Stales, de voetballer. Op het einde speelde je meer centrale verdediger, maar toen je begon... Nee? Ja, het is zo wat op en af geweest in mijn carrière. Waar ze me nodig hadden. Okay. Ik heb bij club libero gespeeld. Ik heb voorstoppen gespeeld. Bij Anderlecht toch bijna altijd centraal van achter? Centraal van achter, maar ook een hele tijd in het middenveld. Toen Per Zetterberg gekwetst was in het eerste jaar, denk ik. Toch een match of 10, 15. Maar ik zou het graag willen hebben over de positie waar je mee een beetje groot bent geworden, om het zo te zeggen. De libero-positie. Ja, wat moet de libero doen? Want onze jonge kijkers en luisteraars gaan die positie zelfs bijna niet meer kennen. Dat woord is volgens mij zelfs onbekend bij een 15, 16-jarige. Niemand speelt toch nog met een libero? Maar wat moest de libero doen? Misschien moeten we daarmee beginnen. Ja, wat moest de libero doen? Dat was gewoon degene die de vrijheid had in balbezit. En de gast ook die de dekking verzorgde naar de anderen, naar de voorstoppers zogezegd, die dan op de band speelden. En dan moest je, als er een diepe bal kwam, die ruimte afdekken zodanig dat je die bal kost pakken en weer inspelen. Dus bij balverlies eigenlijk achter de verdedigers? Ja. En dan speelde je een paar meter achter de verdediging en dan moest je links en rechts wat dekking geven aan de linksachter, de rechtsachter, de centrale verdediger. En in balbezit eigenlijk een middenveld? En in balbezit probeer je een man meer situatie op middenveld te creëren, inderdaad. Toch eigenlijk een interessante positie. Het is eigenlijk, als je een goede voetballer bent met een goed positiespel, is dat een luxe positie. Ja, je hebt heel veel vrijheid. Want dat waren vaak bij betere spelers voor de ploeg. Voor deze positie hoefde je niet echt snel te zijn. Hè. Dus dat was een voordeel voor mij. Ja, Lothar Matthäus. Zoals je zegt, met een goede positie kon je veel oplossen. Hè. Ja. Dat is inderdaad waar. Ja, en je kon heel veel mee naar voren. Je kon nog wel doelpunten scoren. Ik ken libero's. Ja, ja. Jij werd er ook een. Ik ken libero's die 10 goals per jaar maakten. Erik van Meijer was ook zo iemand. Erik van Meijer. Dus, ja, inderdaad.
Kleisters, die kwam ook heel veel mee naar voren. En je kon ook heel veel indribbelen in het middenveld. En dat lijkt me wel tof als voetballer. Een echte voorstopper, die moet op zijn man plakken. Klopt. Toen nog meer dan nu zelfs. Dat toen heb ik ook nog een hele tijd als voorstopper gespeeld, dus samen met Pascal Plovy. En dan speelde een libero achter ons, dat was dan Janewski of Distel in club. Ja, maar dan mochten wij meegaan tot in de box. Hè. Dus ik heb dan vijf, zes, zeven goals gemaakt als voorstopper op dat jaar. En dan pakte Janewski even uw plaats. En dan speelden ze nog altijd sowieso met twee achterin. Hè. Dus, en Frankie van der Haas bleef dan toch sowieso voor de verdediging. Die scoorde toch nooit. Maar Frankie ging niet echt mee in de 16. Hè. Hij heeft wel een paar keer gescoord, niet zo heel veel. Maar, dus je speelde voor en achter Frankie eigenlijk? Ja. Maar passeer hem zoveel keer per match hier. Dat heeft hij ook hier gezegd, denk ik. Hè? Dat jij inderdaad zowel voor hem als achter hem opdook. En dat jullie twee wel een unieke combinatie hadden met elkaar. Wel een unieke combinatie in de zin dat hij de man was die graag aan de bal kwam en het spel begon te verdelen van achteruit. De verbindingsman tussen de verdediging en de aanval in feite. En ik was feitelijk de loper die dan op het moment dat de bal van rechts of van links voor de goal kwam, die dan infiltreerde in de 16 en zo etelijke goals heb gemaakt. Hè. Waarom is die positie er eigenlijk uitgegaan? Is dat buiten spelregel? Dat was het eerste wat ik gisteravond dan aan dacht van... Ja, ik zou het eerlijk gezegd ook niet weten. Het voetbal is geëvolueerd natuurlijk ook. Mannetje tekort op middenveld, denk ik, dat trainers zouden denken. Ja, maar nog dan vroeger ook. Vroeger de spitsen verdedigen niet altijd mee. Hè. Dus een spits bleef meestal staan. En ik dan klein nu de spitsen. Ja, het wordt gezegd van, jij moet die man volgen. Hè. Zo simpel is daar het. Kon je van profiteren. Daar kon je van profiteren. Als je mee naar voren ging en je spits voert. En dat was altijd ook soms discussie. Uw broer zei dan op bepaalde momenten, we moeten niet altijd in de 16 komen, er komt er soms te veel. maar goed, ik zeg tegen u, als ik drie keer moet gaan, ik zeg, die gast kan drie keer meelopen met mij, kan ik nooit geen kans krijgen. Ik zeg, als ik 10 keer loop en ik kan twee keer niet meelopen met mij, dan heb ik twee keer een kans om een goal te maken. Dat is waar. Zo in die optiek was dat... Iedere keer, hè. Heb je als trainer dan zelf ooit met een libero gespeeld? Ik heb dat nog gedaan, bij Cerkel, ja, inderdaad. Oké, okay, wie was dat dan? Ik denk dat Thibaut... wat is het nu weer? Van Akker? Thibaut Van Akker, ja. Van Akker? Thibaut Van Akker, die ik achter... Dat is ook wel iemand die dat kan. Ja, dat is ook... Ja, iemand, een goede voetballer in het middenveld was dat... Niet de meeste die in de duels ging, hè. Maar goed, daarachter kon hij perfect. En we speelden dan een 5-3-2 in feite met de libero achter twee voorstoppers. Ja. Dat was een mooie beschrijving. Was het Paul van Imst, denk ik, vlak voor 2K94, die fan was van de combinatie van de Elst-Stales. Die zei, dat is de machinekamer van mijn ploeg. Ik vond dat een heel mooie beschrijving. En ik snap wel wat hij bedoelt. Ja. Ook een leuke uitdaging voor met de nieuwe voetbalmanager. Een tactiek met een libero. Ik zou daar niet aan denken. Ja, maar het is wat je daarnet zegt. Martinez bijvoorbeeld, die is wel heilig overtuigd van drie achterin. Dus dat gaat hij ervan uit dat hij daar ook een mannetje meer kan creëren achterin. En dat mannetje meer dan het spel moet opstarten eigenlijk. Dus eigenlijk bestaat het nog, maar het indribbelen en mee naar voren stormen, dat niet meer. Je moet het nu anders bekijken. Hè. De feiten vind ik nu de keeper, de libero van de ploeg. Ja, dat is want nu dat de keeper moet voetballen van achteruit. Als je dat ziet, in de 16 beginnen ze daar te combineren. Vroeger mijn keeper, met zijn voeten was dat niks. Hè. Je kon de bal terugspelen, ze konden hem oprapen in de handen. En... Nee, dat is waar. Die evolutie is voor keepers helemaal anders geworden. Hè. Zij zijn nu in feite de achterste speler die het spel verdeelt, hè, van in eerste instantie. Van daaruit vertrekt het allemaal. Hè. En als hij een slechte bal inspeelt, dan is het balverlies op eigen helft, dus het kan stegen. Ja, dat is waar. Ik las op Wikipedia dat je alle jeugdreeksen hebt doorlopen samen Hein van Hazenbroek. Ja. Speciaal met Hazenbroek, met Rudy de Colomier, die ook in eerste klasse gespeeld heeft. Die ken ik niet. Kortrijk, Sint-Truiden, de gouden generatie van White Star Lauwe. Bart Maas, die kent. Die is op zijn 16 jaar naar Club Brugge gegaan. Ja. Oké. Okay. Ja. Die is ondertussen al wel overleden, maar goed. Moet ik White Star zeggen? De White Star, ja. De White Star. White Star, White Star, ja. Maar dat is toch een ongelofelijke generatie als je bij een ploeg die op dat moment in de jeugd nog in provinciale zat, richting bevordering ging, dat je en hij van Hazenbroek, Lorenzo Stales, de Colombier, allemaal mannen die achteraf een geweldige carrière hebben gemaakt. Dat is toch gek? Ja, dat is inderdaad een vrij unieke combinatie. Het was ook zo dat er nog geen nationaal voetbal was in de jeugd. Het was provinciaal voetbal. Dus je speelde wel tegen Club Brugge, tegen Cercle Brugge, tegen ASO
ten de Vigio, ten de Mewites, daar lopen alle ploegen die in nationaal voetbal spelen. En Lowe zat toen, in die tijd dat wij in de jeugd zaten, in de derde klasse, in de vierde klasse hebben ze gezeten. Vandaar dat wij daarin meespelen. Wij werden om de twee jaar kampioen. Dat was toen altijd, ik ben begonnen als minim. Toen kon je nog niet vroeger beginnen dan 10 jaar. Dat was ja, minim, kadetten, scholieren. Dat was ieder jaar kampioen, het eerste jaar. Maar het is nog wel zotter dat jullie dan kampioen werden en dat Club Brugge en dat jullie toen niet al kwamen halen. Wel, dat is ergens wel gebeurd in de zin dat Bart Maas op 16-jarige leeftijd door Club Brugge werd weggehaald. Dat wel. Maar ja, Lauwen had ook een goede naam in de jeugdwerking. Hè. Dat was in de streek de ploeg om daartoe te gaan als jeugdige speler. Hè. Ja, oké, okay, maar het blijft bevordering. Als op 16 jaar Club Brugge was gekomen, had je dan nee gezegd? Nee, dat waarschijnlijk niet. Hè. Waarschijnlijk niet. Maar goed, dat was nog niet zo, zo aan de orde hè, toen. Ik vind dat wel raar, want... Vroeger moest je eerst dan toch je strepen verdiend hebben in de eerste ploeg ergens, om dan toch die stap te kunnen zetten. Maar Mark de Grijze bijvoorbeeld is ook, denk ik, maar op 18 van Aardooien naar Club Brugge getrokken. Hè? Zoiets, ja. Dat is echt gek. Maar bij u heeft het nog veel langer geduurd. Het heeft nog veel langer geduurd. Ik heb een jaar in eerste provinciale gespeeld met Melo, dan kampioen geworden. En dan nog 6 jaar in bevordering gespeeld. Ja, dat is en dan eigenlijk wel, altijd in de, eerste, in de eerste vier zo. We mogen echt wel laadbloeier zeggen, toch? Ja, pas op. En dan nog was er niemand overtuigd van mijn kwaliteiten. Hè? Want uiteindelijk is het door Eddy Kinsawil geweest, de toenmalige hulptrainer in Kortrijk, die van mijn gemeente was. Die zei van, moet die jongen toch een keer een kans geven in de eerste klas. En uiteindelijk hebben ze mij dan komen halen. Van Kortrijk. Maar ik was dan zelf nog niet overtuigd. Van, ik weet nog goed dat ik aan bepaalde jongens in de groep vroeg van, wat ga jij doen volgend jaar? Ga jij blijven naar Lowe? Want ik kan naar Kortrijk, maar ik heb er niet echt veel hoesting voor. Zou ik liever hier dat blijven. Dat is van vierde klasse naar eerste klasse. Ja. Dat is de en droom. Ja. Ja, de kindsdroom. 24 jaar geleden was misschien de laatste droom. Kans eigenlijk ook. Wat lief? Ja, ik denk op 24 jaar leeftijd dat dat de laatste kans was. Op een moment van, zei ik van, het is goed jongens, ik ga het doen, want misschien krijg je die kans niet meer en dan ga ik ook weten als het lukt of als het niet lukt. En was het dan stress ergens voor het hogere niveau? Of ik weet het niet, want je wou geen voetballer zijn. Iedereen vraagt mij ook in carrière, wat is de leukste ploeg waar je gespeeld hebt? Hè? Is dat Anderlecht of is dat Club Brugge? Ik zeg, nee, dat was Wijs Terlouwe. En dan zegt hij, allee, wat zegt die nu? Maar goed, dat was hobby, hè. Dat is allemaal ons vrienden. Ja, van die maar van... dus om je hobby uit te voeren betaald kunnen worden, ja, dat is dus eigenlijk het summum. Dat is inderdaad een droom van velen, maar dat was niet hetgeen dat je met een kop speelde op dat moment. Ik was afgestudeerd als regent lichamelijke opvoeding, dus ik ging sowieso in het onderwijs gaan. Uiteindelijk is er dan niet van gekomen, door die transfer naar Kortrijk. Maar goed, in het begin was ik vind dit een heel raar gesprek. Dus je bent eigenlijk teleurgesteld dat je geen LO kon geven aan 13, 14-jarige middelbare schoolstudenten. Ja, dat was ergens mijn jij baalt dat je profvoetballer bent geworden. Daar heb ik ook voor gestudeerd. Dus ja, maar... ik vind dat mooi. Ik was niet gestudeerd om voetballer te worden. Hè? Nee, maar je hebt titels gewonnen, je hebt WK's gespeeld. Ja, maar ik heb zeker geen spijt, want ik ben heel blij. Hè? Maar op dat moment was dat ook zo van, niemand verwacht iets van mij. Dus het was ook zoals ik naar Kortrijk ging. Ik kwam daartoe en het was persconferentie voor de voorstelling van de ploeg. En Hanne Reisnoot was de trainer, die gaf een speech en die zei van oké, we hebben één transfer gedaan deze zomer. Dat is Joël Krahai van Aalst. En de pers, dan had toch nog Lorenzo Staals, Jo van Evel, en die deed de zomer. Ja, maar ja, dat zijn jongens die uit bevordering komen en ja, dat zijn gasten voor de belofte en zij moeten nog alles bewijzen en hier en ginder. Dat was al direct zo van, pong, ik zei ja, ik heb hier iets gedaan. En ging het maar dan vlot. Ja, wel een geluk, wij waren een eigendom van een investeringsmaatschappij. Toen al. Ik denk ik 1 miljoen Belgische frank betaalde dan bevorderingsploeg om ons binnen te rijden. Die pakte wel een risico, moet ik zeggen. En die zeiden van oké, tegen een trainer, je moet dat wel meenemen op oefenkamp. Oefenkamp meegedaan, 2 oefenmatchen meegespeeld en ja, oké, vertrokken. Heel de voorbereidingen meegespeeld dan en ik vond dat het goed was. En de trainer zei ook tegen mij, het is goed zijn, want de eerste wedstrijd zegt hij op Antwerp, ik ga toch voor zekerheid kiezen, zeg ik ga de man van vorig jaar zetten, Rick Foulon, op de 6 en ik ga je op de bank zetten. Ik zei oké, geen probleem. Het is goed, maar dat was net het Antwerp in de goede periode met Frans van Rooij nog. Frans van Rooij, zelfs ook de Duitser daar ook, Leenhoff en dergelijke, Cisse Severijns en dergelijke. Ja, dat was echt wel een goede ploeg en met de winterstop stond ze ook op kop. Dus de eerste wedstrijd begint 1-0, 2-0, 3-0 in de eerste helft. Aan de rust, Rick Vloeng eraf, ik in de ploeg. Het is 3-0 gebleven en ik ben een match erachter gestart en ik ben er nooit meer uitgegaan.
Toch zot dat je die stap dan zo probleemloos kon zetten. Maar ik had al ooit een keer een test gedaan in eerste klas. Hè? Maar ja, dat weten er niet veel. Wanneer dan? Dat was nog met George Lekens bij Cercle Brugge. Toen je veel jonger was? Veel jonger niet. Ik was denk ik 20 of 21. Ja. En dat was de Callebaut Cup in de tijd. Wat? De Callebaut Cup. Van de chocolade? Ja, ja, op Beerschot met Cercle. En dat was Lekens die mij gebeld had. Of gebeld had naar de secretaris van White Star Leeuwen. Dat was dan Hein, zijn papa. Die secretaris was. Ja, kleine gemeente Leuwen, denk ik. Walter was dat. En die belt mij en zegt, ik heb een telefoon gehad van George Lekens of jij een keer niet wilt gaan testen naar Cercle Brugge. Oh, ik zei, oké, zo ga ik een keer proberen. Hè. Dus ik bel naar George Lekens en voor het Callebaut Cup op Beerschot, die en datum. En hij zegt van, by the way, zegt hij, wat doe je nog in het dagelijks leven? Oh, ik zeg, ik moet nog 3 jaar studeren. Ik zit in Leuven op kot en dan moet je niet komen, zegt hij, want we hebben iemand nodig die direct inzetbaar is. En als je nog 3 jaar moet studeren, dan gaat dat niet kunnen. Je moet niet komen. Goed, ik lig neer en ik zeg, dat is toch een kans dat ik mis... Om een keer te proberen. Hè. Dan toch? Dan toch gebeld. Dan zo, maar toch een keer niet komen meedoen. Om te zien wat ik kan en dit en dat. Dat is geen probleem. Dus meegespeeld. En achter een match zei George van, kijk, het was niet slecht, zegt hem. Maar goed, je weet de reden waarom dat we het niet gaan doen. Oké. En toeval of niet, maar dat tweede jaar bij KV Kortrijk, wie komt er als trainer? Dan zeg jij niet, ik zal stoppen met studeren. Dan zeg jij niet... Nee. Of dan zegt George niet, kijk, we gaan met bestuur kijken om je een voorstel te doen. Ik wil dat absoluut afmaken, die studies. Maar... Ja. Ook heel raar dat iemand als George Lekens, die denkt aan zijn eigen ploeg en de beste speler, ziet een talent op training, gratis te pakken bijna, en die zegt gewoon, je bent nog aan het studeren, we gaan dat niet doen. Allee, dat kun je nu toch niet meer voorstellen. Ja, ook als ik geloof dat kon ik niet komen trainen, dus dat was een vereiste natuurlijk. Ja, maar ze konden nu toch profvoetballer maken, dan kon je stoppen. Ja, maar goed, om nu te zeggen dat ik zo'n talent had om te zeggen van... Die is het en we gaan daar zeker ons geld op inzetten. En voor mij ook, voor te zeggen van ik ga nu zeker stoppen met studeren, want ik ga zeker een carrière maken als voetballer. Dat was geen optie. Echt geen optie. Ik vind dat wel grappig, want het is toch uiteindelijk George Lekens die je x aantal jaren later meeneemt naar een WK. Ja, en zelfs die en tweede jaar ook, Kortrijk de trainer wordt. Hè? Die wordt in tweede jaar Kortrijk de trainer. Dan. Was hij hem dan als hij binnenkwam en diploma gehaald? Nee. Dan heeft hij van mij in feite een centrale verdediger gemaakt, daar bij Kortrijk. Okay. Want daarvoor was ik gewoon een middenvelder. Ik speelde op de 6 en ik speelde met Eddie Snelders en Maxime Van Damme voor mij. Hè. Dat waren twee fantastische voetballers. En ik moest gewoon een beetje de opkeus doen. Hè. Maar ik mocht dan ook wel meegaan. Ik heb Eddie Snelders nooit zien voetballen. Nee? Nee. Wow. Die was iemand, voor kort ook heel belangrijk, in dat jaar was hij, ik denk, topscorer bij ons met 17 doelpunten. Hè? Als middenvelder van een middenmotor, want kort ook was een middenmotor. Dat is niet slecht. Dat was niet slecht, nee. Maar dan, je wordt prof op je 23e bij Kortrijk, dan hebben toch heel veel mensen daarvoor het niet gezien. Ik wil niet zeggen dat ze een fout hebben gemaakt, maar niet Kortrijk, gezien. Mijn eerste jaar Kortrijk heb ik nog gecombineerd met mijn laatste jaar studie. Hè. Ik zat in Leuven, want ik zat in Heverly op het Trigentaat. Ik moest s'avonds, heel hard college. En ik moest s'avonds, we hadden om 3:25 gedaan met de les. En we moesten om 5:30 trainen. Kortrijk was om 5:30 trainen. Dus was de ring voorbij hier. Nooit stilgestaan, altijd op tijd geweest. Nu zou dat niet meer kunnen natuurlijk. Hè. Ja. Maar dat was wel een heel heftig jaar. Hè? Dus op en af iedere keer. Ja, sowieso. Ja. Ja, na 2 jaar Kortrijk neemt George mee naar Club Brugge. Hoe ging dat? Had je toen al een makelaar en zo? Ik had toen al een makelaar. Dat was Louis de Vries. Hè. Dus want dat is heel snel gegaan. Maar dat is ook zoiets. Dan moesten we nog bij Michel Van Malen, de erevoorzitter, onderhandelen. En dat was zo van... Ik had hier een lijstje gehad van mensen die we graag hadden gehad. En de Kajen heeft die lijst opgesteld. En hij stond, stond daarop. Ja. Kajen speelde toen nog? Okay. Ik speelde regelmatig in dezelfde, tegen de Kajen. Als we tegen Club Brugge speelden, kwam ik in zijn positie. En dat was een redelijk goede verstandhouding. Ik probeerde hem ook niet te kwetsen, want ik had heel veel respect voor hem. En altijd maar van, goed doen met de nationale ploeg. Kajen en dit en dat. En blijkbaar was dat in een goede... Hij vond nu een toffe. Hij vond mij een toffe. Dat is wel een eer. Ik vond dat ook wel een eer. Dan komt je wel binnen. Toen dat ze zei, want
Het is niet dat George die wilde meepakken, maar hij stond ook op de lijst, op de lijst van de Kaje. Dan was ook al iets van, ah, oké, goed. Ik vind dat wel leuk dat zo'n boegbeeld gewoon... Kijk, hier is mijn lijstje, voorzitter. Ja, ja. Die gasten zou ik er graag bij hebben. Maar goed, het absolute boegbeeld natuurlijk. Ja, ja. Misschien, hè. Ja, en waarschijnlijk ook wel een enorme voetbalkennis waar een voorzitter respect voor heeft. Ja, want als de Kaje niet weet, het waarschijnlijk beter als de voorzitter zelf. Maar de Grijze was toen wel net vertrokken. Toen ik toegekomen was, was de Grijze juist naar Anderlecht, ja, inderdaad. Dus die moesten wel wat opnieuw heropbouwen, of hoe moeten we dat zien? Club Brugge. Ja. In dat jaar zijn er gewoon 4 transfers geweest. Dat was ik en Fouke Boy van KV Kortrijk. Goeie. En dan Vital Borkelmans en Hans Christians van Waregem. Dus dat was, in een tijd was het zo, 4 transfers, dat was de max. En al de rest werd aangevuld met de kern van vorig jaar. Hè. Dus, maar het was een beetje heropbouwen van de ploeg die de halve finale had verloren van Espanyol in die verlengingen met die rode kaart en heel dat verhaal. Dat was een heel goede ploeg die naar een sumum ging. Het was inderdaad een beetje heropbouwen in de zin van heel wat jonge gasten erin gebracht. Het was ook meer een voetbal van mentaliteit. Want ik weet nog goed, en George was redelijk defensief ingesteld. In het begin lukte dat niet zodanig goed. Hè. Dat eerste jaar. Jullie worden kampioen dat jaar. Ja, maar in het begin niet. Hè. In het begin, ik denk dat we tegen Antwerpen thuis verliezen voor de beker. Tweede match al van de beker. Ja, tweede match van de beker. Dat we ook Europees eruit liggen tegen Rapid Wien, dacht ik. En dat we in competitie ook verloren een bepaald weekend. In oktober, november, de zwarte oktober of november maand, zeiden ze toen. En toen stonden we ook, denk 6 of 7 punten achter Anderlecht, hè, een 2-puntensysteem. En dan van aan de winterstop, en dan was er ook wat kritiek van het voetbal en dit en dat, en dat het te defensief was. En in de winterstop, op een bepaald moment, is dan een klik gekomen. Alle matchen na de winterstop die we thuis speelden tegen de topploegen wonnen met 2-3-0. En we waren vertrokken en we zijn uiteindelijk kampioen geworden. Ja, want 2-puntensysteem en 34 matchen, je haalt 57 punten dat seizoen. Op 68 is dat toch... Dat is niet slecht. Dat is toch indrukwekkend, als je dat zo telt. Dan is die paar nederlagen die je dat was noemt, toch niet dat eerste jaar. Dat was toch niet dat eerste jaar, hè? Dat is niet dat eerste jaar geweest. Dan 89. Staat het verkeerd op de website van Club Brugge. 89? Nee, 57 punten. Nee, maar in het jaar 89? Het eerste jaar dat je bij Brugge zat. Maar ja, maar ik weet toch goed dat we de eerste... het matchje toch niet zo super... Nee, maar dan gaat het daarna wel effectief alles gewonnen hebben. Dan hebben we alles gewonnen. Tweede ronde hebben we alles gewonnen. Okay. En het was, we hadden ook een heel groot wapen. Dat was de stilstaande fase. Hè. Dus dat was George en zijn stokpaardje. Dat is altijd gebleven. Dat is altijd gebleven. Ja. Hè. Maar ja, goed. We hadden natuurlijk wel wat gestalte in de ploeg. En als je daar een goede corner had of een vrije trap had, dan scoorden we daar helemaal op. Ik denk dat we meer dan 50% van onze doelpunten op stilstaande fases maakten. En bepaalde wedstrijden thuis voelen tegen Anderlecht, tegen Mechelen op dat moment. Eerste kans dat we kregen, stilstaande fase, boom, binnen, 1-0 voor. En dan moesten die komen, dan maak je 2-0, 3-0. Dat brak altijd de match open. Ja, maar KV Mechelen, dat op dat moment ook een topploeg was, deed het ook zo. Hè? Heel vaak op de nul spelen, op stilliggende fases. Een sterke ploeg bij elkaar krijgen. Met Eikelkamp, Piet en Boer, al die mannen. Rutjes, dat deed Brugge ook. Hè? Brugge had wel meer kwaliteit. Meest verdedigend dat we ooit gespeeld hebben, was op AC Milan. Met 10 van achter? Of? Een libero, 2 voorstoppers, 2 linksachters, 2 rechtsachters en 2 verdedigende middenvelders gespeeld hebben. En nog de Kaje en nog een spits. En dat was het. We spelen wel 0-0. Oh, kijk. Voilà. Maar, dat is gelukt. Ja, dan verliezen we thuis met 0-1. Ja, voor u is dat toch binnenkomen in de kleedkamer van Club Brugge. Zijn ook deels toch de helden van... Ja, van de nationale ploeg, de grote voetballers, Keulemans is al genoemd. Want dan zeg je 26. Alsjeblieft, dan was ik 24. Misschien was dat een voordeel. 25. Misschien was dat wel een voordeel dat je daar niet meer piepjong waart, dat je niet meer onder de indruk waart, dat je bij Club Brugge ook wel gewoon binnenkwam. Maar sowieso, ik was wel onder de indruk in de zin van, ik wist, ik ga naar Club Brugge, ik moet maken dat ik sta met Frankie van der Elst, met de Kaje. Dat was zoiets in de tijd. Nu, ik denk dat de spelers daar niet meer achter kijken. Dan, ja, er zijn ook niet meer echt zo'n clublegendes, hè? Nee, het is ook zo, de ploegen veranderen veel te veel. Hè. Toen had een basis die aan de Kaje zoveel jaar bij de club, Frankie zoveel jaar bij de club. Nu, als je de jaren dat zij er gespeeld hebben, moet je nu een maand rekenen. Dan zit het al goed bezig. Ja, dat is en ook, als je nu naar Mechelen gaat, je dat toch niet ook moet goed staan bij Schoofs?
Dat is toch anders dan dat je anders toen bij Brugge binnenkwam of Frankie. Ja, maar de Kaiser was, en de Frankie waren dan ook de mannen van de Nationale Ploeg voilà. En Mexico meegemaakt en dit en dat. Ik denk wel, want ik heb dan gisteren heel veel terug die compilaties herbekeken van de jaren 90 en dat, ik wou dat eigenlijk nog sturen naar u. De herkenbaarheid van die ploegen. Dat trok mij daar enorm in aan. Je kunt die elftallen zo opnoemen, omdat jullie daar 5, 6 jaar naast elkaar hebben gestreden. En dat maakte het wel leuk om naar te kijken. In principe was de basis altijd hetzelfde en was het zo'n beetje een aanvulling, ofwel in de spits, omdat je hem verkocht had en dan anderen moesten importeren. Dus ja, Amokachi is er dan gekomen bij ons. En dan nog Jobinski had. Ieder jaar Eikelkamp, noem maar op. Stanic. Dat eerste jaar wordt Frank Farina. Frank Farina, ja. Ik heb die nooit zien spelen. Ik had zelfs die naam nog nooit. Een schone voetballer. Frank was iemand die ook uit het niets kwam. Hè. Die kwam bij ons en dat klikte direct. Hè. Dus die werd topscorer, denk ik ook. Ja, Fouke Boy, Frank Farina. Fouke Boy, Frank Farina. Dan de achter Amokachi. Dat was ook een ontdekking. Hè. Klaar voor een quizvraag, Evert? Graag. Dat was toen heel lang geleden, lang geleden, dat Club Brugge nog eens een topschutter had. Wie was het voor Frank Farina? Kom op, Laura, help. Voor Frank help. Farina. Tip is 1972, maar dan zei ik eigenlijk echt al veel. Ja, Raoul Lambert. Ja, oké. Okay. Sorry, dat was te veel gezegd misschien. Gelukkig wist ik dat. Nee, ik dacht ergens begin jaren 80 iemand die ik helemaal zou vergeten zijn. Maar oké, okay. Nee, Raoul Lambert. Heeft lang geduurd dan eigenlijk. Ja. Wel. We hebben het daarnet al in de voorbeschouwing over de Europese campagne van 91-92 gehad. Was dat het sterkste Club Brugge waarin je gespeeld hebt misschien? Goh. Vooral duidelijkheid... De ploeg die de halve finale van de Europa Cup 2 haalde. Ja, ik weet nu, was dat met Eikelkamp? Ja, met Eikelkamp. Ik vond, dat was de beste ploeg die we hadden toen met Eikelkamp. Dat was een spits. Oké, hij werd wel soms wat afgerekend op het weinig doelpunten maken. Want René was iemand die 4, 5 keer per jaar scoorde. Als spits is dat natuurlijk niet veel. Dat was iemand die altijd aanspeelbaar was. Die altijd ook de ballen aflegde voor infiltrerende mensen. Ik profiteerde daarvan. Sven Vermand profiteerde daarvan. Gert Verheyen profiteerde daarvan. Dus wat maakte dat wij allemaal rond de 15 doelpunten hadden? Dus René scoorde maar 4 keer. Dan zeiden ze van René is te weinig als spits, want hij scoort niet genoeg. En wie zei dat dan? Publiek? De pers en ook het bestuur. Want uiteindelijk hebben ze hem dan weggedaan naar PSV. En ik was daar enorm kwaad voor. Ik zei, jongens, wat dat je wegdoet, dat kan toch niet? Hij levert doelpunten aan ons. Je haalt halve finale Europa Cup met hem. Dat is gewoon een bewijs dat het systeem... Dat is niet meer gebeurd. Zo'n spits hebben ze niet meer gehad. Maar hij heeft ook nog bewezen van, is nog 2 jaar... bij PSV en 2 keer kampioen worden, denk ik. En is dan nog naar Schalke 04 gegaan. Hè? Ja. Dus... Nog Twente ook, denk ik. En dan dus heeft nog een lange carrière gehad. Ja. Weet je nog iets van die kwartfinale tegen Atletico? Dat is lang geleden. Dat is lang geleden, ja. Maar goed. 30 jaar geleden. Fantastisch om in te spelen in dat stadium, dat wel. Heel veel volk. Ze hadden wel een hele goede spits. Ook in zijn naam. Ja, als tennisser zijn, zou wij het opzoeken. Ja. Voetre? Voetre. Nee. Oh, ja, wauw. Polo Voetre. Ja, dat was... Die later maar dus ja, gaat. En ik weet nog goed, daar heb ik ook als libero gespeeld. En ik weet nog Pascal Plovy op de rechtsachter. We hebben met 5 van achter gespeeld. En 3-2 verloren. Altijd met 5 van achter. Ja, maar nee, dat was toen in een tijd. Bij ons was dat met 5 van achter, zo simpel was dat. Daar 3-2 verloren. 3-2 verloren. En ik weet nog dat ik heel op het laatste nog tegen de paal geschot heb. En dan de terugwedstrijd, dan was het ook weer voor een volhuis. En ja, een heel geladen wedstrijd. Maar toch hebben wij aan het langste eind getrokken. We hebben die wedstrijd gewonnen met, denk ik, 1-0. Ja, maar dat is genoeg, dus dat kan. De Europese thuiswedstrijden van Club Brugge in die periode zijn legendarisch. Ik heb natuurlijk de periode Hauwaard. De periode ervoor was nog legendarisch, omdat ze achterstanden moesten opvallen van een verplaatsing. Maar dat 3-0, is altijd 4-0. Wel gebleven, hè? De kracht van Olympia. Ja. Maar dat was ook de 12e man, stond erachter. Dat is toch iets heel voor Club Brugge, vind ik. Zo toen was dat nog niet allemaal met die zetjes, dat waren nog staanplaatsen. Dat was nog een grotere sfeer dan dat nu het geval is in de stadions. Maar dat is wel, vind ik, heel opvallend bij Club Brugge. Als je dat gaat terugkijken, het is vaak in die terugmatch thuis dat het gedaan werd. Dat is geen toeval, hè, als dat zo vaak gebeurt. Voor club was het ook altijd, als we de loting hadden en we speelden eerst op verplaatsing, was het zo bijna, we gaan doorgaan. We gaan eerst op verplaatsing spelen. Eerst thuis, twijfel. Oké. Okay. Ja, dat is die kracht van dat stadion. Ik vind dat wel knap dat een clubcultuur zoveel invloed kan hebben, ook op resultaten. Op langere termijn. Zeg maar. Zat er daarna niet meer in? Tegen Bremen.
Ja, dus eigenlijk tegen Bremen, op een haar tegen Bremen de zat er meer in, inderdaad. Ja, oké. Okay, als je een halve finale van een Europa Cup speelt en je krijgt Werder Bremen, ik heb die lijst van die spelers nog eens bekeken, was een oké ploeg, maar zaten geen wereldvoetballers maar bij. Maar wint Werder Bremen niet dat jaar? Ja, ja. Op zijn Duits, hè. Een Duitse ploeg. Okay, was het in Monaco of iets? Ja, Monaco. Maar... ja, een halve finale tegen Werder Bremen. Dan denk je, oh, hier maken we de kans van ons leven. Ja, maar veel kans. Hebben we thuis 1-0 gewonnen en Ginder goed meegespeeld. Als het omgekeerd is, gaat het door, denk je? Als we eerst naar Ginder gaan, dat denk ik wel. Ja, maar goed, kun je niet bewijzen. Nee, maar als je eerst thuis speelt, dan speel je toch nog ergens een beetje met de rem op. Omdat je zegt, van, oh, geen tegendoelpunt, dit en dat. Terwijl als je geen wedstrijd al achter de rug hebt en je hebt 2-0 verloren, dan zijn ze dan... Vol gas en risico's pakken tot en met, we gaan ervoor. En dat is een heel andere ingesteldheid. Ja. Op zich, 1-0 thuis was nog oké, okay, maar ja. Ja. We moesten gewoon Ginder gescoord hebben en dat hebben we niet gedaan. Ik weet nog niet of we daar kansen gehad hebben, maar ik denk het wel, maar niet al te veel, denk ik. Maar ik heb de samenvatting nog eens bekeken en die samenvatting was wel van de Duitse zender. Ja. Maar Marco Bode bijvoorbeeld was daar toen de belangrijke aanvaller. Goeie voetballer, maar ik vond toch dat Brugge... Geen naam om te zeggen van oei, je moet er schrik van hebben. Maar goed, inderdaad. Het was ook wel een goed team. Hè. Een Duits team is ook niet zomaar opzij te zetten. Hè. Nee, dat is dus als ze dan ook... nog de finale winnen tegen Monaco, wil dat zeggen dat ze wel ook kwaliteit hadden. Hè, natuurlijk. Maar heb je daar ooit achteraf nog spijt van gehad? Van zo'n Europese droom gehad hebben? Nee, nooit en nergens geen spijt van gehad. Omdat, we hebben er ook alles aan gedaan tegen Bremen. Het is niet dat we gezegd hebben... we hebben ons best niet gedaan. Nee. Als je er alles aan doet en het lukt niet, oké, de ander is beter, dan zijn ze beter. Hè. Dat is altijd geweest. Hè. Je kunt wel spijt hebben over bepaalde zaken, zoals je ook over de nationale ploeg moet spijt hebben, dat we nooit niet verder geraakt zijn, door bepaalde omstandigheden. Hè. Ja. Ja, dat is waar. Jullie worden dat jaar ook kampioen trouwens. En dan mogen jullie als eerste Belgische ploeg naar de nieuwe Champions League. De Champions. Maar ik ben alleen maar de Champions League gewoon. Wat was het grote verschil met Europa Cup 1? Goh, het grote verschil, dat je in poelen zat. Hè. Ah, daarvoor was het geen poelen. Ah, nee, dus rechtstreeks. Dat was altijd rechtstreeks uitschakeling, hè, die Europa-bekermatchen. Terwijl nu was het een poelen met Glasgow Rangers, Marseille en een Russische ploeg, denk ik. Denk Moskou. Ik weet niet welke, CSKA Moskou of Dynamo Moskou, ik weet niet meer. Okay. Maar goed. Maar was er toen al sprake van, oh jongens, het is vanaf nu Champions League, wow, dit wordt iets speciaals? Of was dat gewoon Europa Cup 1, we gaan gewoon door? Het was gewoon Europa Cup 1, maar we proberen, ik weet nog niet meer wat we juist allemaal gedaan hebben tegen Marseille, maar ging er altijd alleszins verloren, weet ik. In de Rangers ook, ik weet nog dat ik daar scoor, dat wel, de 1-1. Maar iedereen herinnert zich dan, de allereerste doelpuntenmaker ooit in de Champions League is... Nee, Daniel Amokachi. Nee, Amokachi. Maar de allereerste Belg. 1-0 thuis tegen... Maar dat was een instinker, zijn vriend. De allereerste Belg die scoorde in de Champions League. Wie is dat? Jij? Denk ik dat. Lorenzo Stalas. Op de Rangers. Ja? Okay, echt waar? De allereerste Belg ooit die scoorde in de Champions League. Dat staat voor eeuwig. Dat kan niet meer veranderen. Dat is toch tof om op dat... Ja, kijk, ik was er niet bij stilgestaan in feite. Dus Amokachi de eerste en Stalas de eerste Belg. Dus Club Brugge heeft wel zijn voetafdruk achtergelaten in de geschiedenis van de Champions League. Dat mogen we zeggen. Voilà. Het was wel een mooie campagne, moet ik zeggen. Met Rangers en Marseille waren twee toffe verplaatsingen. Ik weet nog goed dat we tegen de Russische ploeg hebben dan in Duitsland ergens gespeeld, denk ik. Rusland moeten. Maar als je naar Ajax mocht en Ajax was naar Marseille. Dat was fantastisch. Marseille ook, hè. Dat was ook een belevenis. Okay. Maar je maakte toen, die jaren, 12 en 15 doelpunten. Een hat-trick op Anderlecht, als ik me niet vergis. En toch bij de gouden schoen keken ze altijd over je hoofd, of hoe moet ik dat zeggen? Nee, dat gaat daar niet over. Maar je waart wel een van de allerbeste spelers in België en toch... Allerbeste... Toch in de top 10 altijd, zeker? Ja, maar goed. En als je zo die jaren waren maakt, inderdaad wel fantastisch. Hè? Als je als middenvelder dan 12 tot 15 doelpunten per jaar maakt. Ik denk dat ik in mijn carrière bij club er tegen de 100 gemaakt heb. Staat als middenvelder in de top 5 en centrale verdediger is dat niet mis natuurlijk. Hè. Je komt nu spitsen tegen die niet zoveel scoren. Maar goed, maakt niet uit. De gouden schoenen was iets in 94. Oké, we hadden een goede campagne gehad met de wereldbeker
in Amerika, kampioen geworden met club, redelijk wat gescoord. En dan waren de verwachtingen, hè, want er waren al foto's getrokken en al, van met de gouden schoen en hier en ginder. Echt? En uiteindelijk ja, zit je niet in de top 7. Dus dat was zo ergens iets dat ik niet kon verstaan. En er waren ook vooruit publiciteitsfoto's gemaakt. Met was het laatste, nieuws op de club. Was het dat ja, laatste nieuws die foto's nam? Ja. Maar dat is nog wel gruwelijk. Ja. Maar die weten dat ook niet eigenlijk natuurlijk, hè? Nee, die weten dat die natuurlijk weten dat niet. Dat zat bij gerechtsdeurwaarder van Bakley, ja, of hoe heet ik weet niet, die mens die altijd mee dat podium. Ja, nee, die weten ook maar een uur voor de uitzending. Wie had er de Golden Schoen winnen, ongeveer zoiets. Want dat was toen, als ik hem wel gewonnen had, ik wou niet meer gaan. Hè. Ik had gezegd, van ik kom daar ook niet meer naartoe. En dan is Dinges daar een keer op ingesprongen, Luc Allo, en hij heeft even van alles een heel programma gemaakt. Van ja, als je dak krijgt, dan gaat de komende Golden Schoen allemaal niet gedaan. En uiteindelijk, ja, in 99 was dat, als ik bij Anderlecht zat. En ik was weer kandidaat, Gouden Schoen. Maar je zei zelfs toen Gilles de Bilden won in 94, ja. Zeg je zelfs de zaal uitgegaan. Ja, ja, ja. Dus je werd er wel echt... Ja. Tijdens de show vertrokken nog? Ja, tijdens de show vertrokken. Ik wou vroeger weggaan, maar ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, we zijn weggekomen. Ik zei, allee. Dan zeg je dan, nee. Na de eerste ronde ja, zag ik al van, oké, ja, dat is niks voor mij. Maar Lorenzo, je weet als je dat doet, dat je nieuws gaat zijn. Je weet dat je de dag erna in de krant staat van Stales, slechte verliezen, vertrekt. Ja, goed, maar ik ben ook geen goede verliezer, dat is duidelijk. Ja, okay, maar ik kan niet verliezen tegen mijn kinderen ook in een spelletje. om te even wat, een kaartspelletje, ik kan niet verliezen. Ik ga ze niet laten winnen ook. Hè, dus. Maar had je nu top 3 geweest met Gilles de Biel? Had je blijven zitten tot het einde? Of was het echt die 8e plaats? Ja, nee. Als je had moeten zeggen van oké, na de eerste ronde staat op de 2e plaats of de 3e plaats, ja, dan had ik natuurlijk gezegd van oké, we wachten af en we zien wel. En zitten dan de 3e, dan zitten de 3e. Maar zo van iedereen hè, op voorhand van jij gaat dan winnen, En iedereen. Hè, en dan komt dat toe en dan zie je de eerste dingen. Ze zaten niet in de top 10. Ik zei tegen mijn vrouw, ik zei, we zijn weg. Ik zei, ja, ik zei, wat zit hier nog te doen? We gaan blijven. Waren er geen andere Brugge-spelers rond blijven, u? We gaan blijven. En dan... Zat Frankie dan niet naast u van, ja, wat blijven? Nee, dan zat ik ook daar aan de toptafel, aan de eerste tafel, net voor het podium. Dat ik er maar juist moest opstappen, in feite, om hem in ontvangst te nemen. En dan, ja, dan komt die uitslag... Ik heb zelfs niet gezien waar ik stond, want het was blijkbaar rond de 7e plaats of iets. 8e, denk ik, uiteindelijk. Ja, zoiets. Ja, uiteindelijk, ik had dat blijkbaar zelfs niet gezien. Tegen mijn vrouw, ik zeg, we zijn weg. Dan zat een ander daar, van de chef van het laatste nieuws. Och jongen, er zijn nog kansen genoeg om de Gouden Schoen te winnen. Ik zeg, helemaal furieus. Nee, dat was toen nog niet keihard, hè? Nee. Maar hebben die zich achteraf geëxcuseerd? Was dat niet Ronsen of iets? Dat zou kunnen. Alain Ronsen? Alain Ronsen, ja. Hebben die zich achteraf niet geëxcuseerd voor die foto's dan, die ze op voorhand hebben genomen? Van sorry, nee, daar hebben we misschien een foto gemaakt. Nog eens, die weten dat echt niet. Nee. En in alle kranten, ik heb er wat opgezocht. Je werd wel echt aanzien als een van de topfavorieten. Ja, inderdaad. Het was echt wel verrassend, de Beeldende won. Ja, de Beelden won omdat jij achtste waard was ook super verrassend. De Beelden won hem dan ook nog eens in die dan is er ook maanden. Zo, ja, en de Beelden was dan maar een half jaar in eerste klas en dit en dat. Oké, ja, kijk, nee, men dan natuurlijk niet kwalijk. Hij kan er niks aan doen. Nee, dus, ja. Maar wat dat wel frappant was ook op dat moment, dan werd een keer gediscussieerd over de stemming van de Gouden Schoen. Want uiteindelijk was het Erik Hers die zei van op een bepaald moment, ja, ik heb gestemd voor 3 speelers van mijn eigen ploeg. Hè. Dus ja, maar goed. Hij was dan trainer in Lierse. Gouden Schoen pakte de beste speler van het jaar. Maar nee, dat pakte hij 3 speelers van mijn eigen ploeg. Maar goed. Ik heb hem toen wel gewonnen, dus... Maar wat er wel toen als compensatie, werd... denk ik, nog altijd. Denk je dat? Ja. Ik wou dat vragen. Als je in 2000 wint, is dat dan misschien ook het Anderlecht-effect? Zeker toen. Ik denk dat Anderlecht-spelers misschien sneller een stem kregen. De fans van Anderlecht geloven dat graag dat bestaat. Dat bestaat. De paarse schoen, werd er ook soms gezegd. Nee, ik weet het niet, ja. Maar uiteindelijk was het wel dat jaar dat we goed gespeeld hebben, ook Europees. Absoluut. En dergelijke. Dus wat dat betreft kon het wel zeker een van Anderlecht zijn, want het kon ook Koller geweest zijn of Radzinski. Dus Koller was toen 2e, denk ik, achter u. En die heeft dan het jaar erachter gewonnen, denk ik. Ja. Maar goed, ja, het was toen ook het laatste nieuws. Ja, het gaat veel kans voor de Gouden Schoen te winnen. Ik zei, kom niet. Ja, ik zeg, kom, als ik zeker weet dat ik kan winnen, dan kom ik. Ja, maar ik wil dat niet weten. En dit en dat. En ik moest dan gaan praten met de mensen van het laatste nieuws. Hè. En ik zei, kijk, ik moet maar een oplossing zoeken. Hè. Maar natuurlijk, ja... Ik was al bij Michel Versuur moeten gaan ook. En Michel zei, Lorenzo... Wat zegt hem, als je de Gouden Schoen wint... Je moet er wel zijn, een manneke. Want anders zou ik kwaad zijn.
Oei. Dat doet er niet zeggen als je als Anderlecht zijnde... Een dat is klasse. Dan moet je aanwezig zijn. Ah, oké. En toen zijn ze met een helikopter komen halen. Hè. Maar dan zijn ze die wel, wel komen halen vroeger dan ja. dat bekendgemaakt werd. Want anders raakt dat toch niet op tijd. Ja, 20 minuten hadden we nodig om van Meeren naar, naar Oostende te vliegen. Dus en ze wisten een, ze weten een uur op voorhand de uitslag. Ja. Denk je als je die drama, laat me zo noemen, niet doet een paar jaar ervoor... Dat je hem niet krijgt? Ik weet het niet. Dat ze er extra rekening mee hebben? Ik weet het echt niet. Ik weet het echt niet. Je zult wel wat sympathy votes hebben gekregen, ja, toch? Door hetgeen wat er gebeurd is een paar jaar daarvoor. Ik denk wel bij journalisten die je dan al 10 jaar gevolgd hebben in je carrière, dat dat sowieso heeft meegespeeld. Ja. Nog een gunnen en het bewijs, het bewijs van continu goed te zijn, helpt natuurlijk ook, hè. Achteraf relativeren het allemaal en zeggen van oké, ja, was dat nu zo belangrijk om je daar zo druk over te maken en dan niet meer te willen gaan? En dan zeg je oké, ja, goed. Op dat moment is dat sterker dan je jezelf. Je kunt zeggen, dat is geniaal gespeeld, want het heeft u misschien een gouden schoen opgeleverd. Ja, ook niet dat dat het belangrijkste is, hè, want uiteindelijk staat daar nu in de living en dat is ook alles. Hè. Hij staat, in hij staat wel in de living, hey, dat is mooi. Kom. Ja. Want bij de Gouden Schoen was het toen toch ook wel van de eerste stemperiode waren er ook heel veel mensen die vaak hun stemformulier vergaten op te sturen. En dan bij het tweede stemformulier wel, omdat je dan in de mindset zit van de Gouden Schoen komt eraan. Ja, dus die eerste periode had vaak gewoon minder stemmen dan die tweede. Ja. Vandaar, dus daar heeft de Bilden ook zwaar van geprofiteerd natuurlijk. Maar is dat niet nog? Ja, dat gebeurt nu nog, hè, dat mensen vergeten in te sturen na die eerste maanden. Hè. Ja, omdat je zit dan in de zomer. Nu minder, omdat je dat... Het is nu al digitaal. Digitaal, en dus dan worden wel herinnerd van... Ja, heb je dat niet ingevuld? Kun je dat nu een keer doen? Dus. Zoals Evert, heb je herinnering gekregen? Lorenzo, Lorenzo kent dat verhaal niet, denk ik. Mijn stemrecht is ingetrokken. Na één jaar. Ja, dus ik zou willen vragen... Jij als ex-goudenschoen, jij hebt stemrecht voor het leven, denk ik. Daardoor. Ja, ik denk het wel. Alle ex-goudenschoenen sowieso. Dus wilde jij toch nog eens niet lobbyen bij de redactie van het laatste nieuws, voordat ik terug mag? Als ik de dingen krijg, zal doorsturen naar u, kies jij dan. Oké, we zijn terug. Je schuift toch weer punten. Op wie heb je deze zomer gestemd? Of houd je dat geheim? Ja, ik hou ook wel geheim, ja. Je werd het gewoon vergeten. Nee, maar nu, naar dit seizoen toe, zal sowieso Mignolet topstemmen krijgen. Lijkt mij ook. Van mij ook dus. Ja. Ik moet eerlijk zijn... Ik denk dat iedereen in de top 3 gaat en bijna iedereen op 1. Ze zijn buiten gisteren, maar ja, hij heeft al punten gepakt dit jaar. En zeker ook Europees. Ja, hij is fenomenaal. Had je een bonus in je contract voor als ik de Gouden Schoen win? Dat werd toen wel echt niet gedaan. Nee, dat werd toen echt niet gedaan. Nee. Nee. Maar voor... Het leek er wel op dat je carrière bij Club Brugge ging afsluiten. Ja, dat was ook de bedoeling. Hè. Dat was ook de bedoeling. Want ik was 34 jaar en ik moest onderhandelen over een nieuw contract. En jij wou 3 jaar? Dus en ik wou 3 jaar... Ik wou tot mijn 37 shotten, dus ik wou nog 3 jaar spelen. Onderhandelen met Antoine Van Hoven, zoals altijd. En ik kan het voorleggen aan de raad van bestuur. En dat was iedere keer een dinsdag raad van bestuur. Weet in Brugge had dat niet in 1, 2, 3, dat contract. Allee, nu misschien wel, maar toen niet. Een speler zoals u nu... Zou wel rapper gaan. Dat zou nu wel rapper gaan, oké. Omdat je ook meer mogelijkheden hebt en dat er ook meer interesse is waarschijnlijk. Want iedereen zit nu te azen op. Ja, vroeger was dat niet zo. Het was niet dat er zoveel aanbiedingen binnengekomen ook waren van, voor mij om ergens anders naartoe te gaan. Hè. Dus, want dachten ze toen, het is gedaan met de loop? Ja, nee. Ik had al 2 jaar ervoor een loonsteking gehad en dan 1 maand oud geweest. Maar dat is geen voetbalblessure. Nee, en toen zeiden ze van ja, we hebben schrik dat je maar 2 jaar niet meer gaat spelen en we willen maar 2 jaar contract niet meer aanbieden. Oké, daar zijn maanden over gegaan en uiteindelijk nog een keer. Ik wou altijd maar die 3 jaar en dat was nogthans dan niet meer. Dat was dan dezelfde prijs. Hè. Dus het was niet dat ik opslag vroeg of dit of dat. Dus oké, op een bepaald moment waren we ergens in februari, maart denk ik... Ik zeg tegen Antoine, ik zeg, kijk, laatste keer dat ik wil weten nu, wat gaat het doen? 3 jaar of 2 jaar of anders ben ik weg. En Antoine, kijk, is dinsdag zeg ik, is de raad van bestuur. Woensdag zeg ik, kom op mijn kantoor, ik zal u de beslissing mededelen. Ik zeg, ja, woensdag is geen training. Oké, zeg ik, ja, oké, maar kom dan toch maar. Ja, ik zeg, dat is goed. Dus ik s'morgens woensdag in mijn auto, steek de deur open van zijn bureau en... het is juist, zeg ik, het was geen raad van bestuur gisteren. Het is verzet naar volgende week. Ik zeg, oké. Ik zeg, stop er maar mee. Ik zeg, ik moet niet meer voorstellen. Ik zeg, ik ben weg.
ja, en waar gaat hij nog naartoe gaan? Allee, je bent al 34 jaar, wie had er dan nog moeten hebben? En ik zei, ik was er wel zin in. Thuisgekomen, dat was de woensdag. Thuisgekomen, manager gebeld. Dat was Louis de Vries op dat moment. Ik zei, Louis, zoek maar in het buitenland om te even waar. Turkije, het kan me niet schelen waar. Hij zegt, ja, ik zit goed in Rijssel, zegt hij. Maar die zitten nu in tweede klasse, maar die staan in top 3. Die zullen wel eventueel kunnen opgaan naar eerste klasse. Dat zou misschien iets kunnen zijn voor u. Dat is niet ver van bij u aan de deur ook. Of zegt Engeland, maar ja, zegt hij, op uw leeftijd had je een topper niet meer zijn. Het zal een middenmotor zijn of een startploeg. Zeg je, geen probleem, kijk maar. Iedereen was wel heel eerlijk. Ja, en de donderdag krijg ik terugtelefoon. Louis zegt tegen mij, zou er nog in België willen blijven? Ik was dan aan het denken, ja, moet ik nu van Club Brugge naar de middenmotor of een starploeg gaan? KV Mechelen. Tegen... Hey, dat had mooi geweest. Nou, de titels die ik al meegemaakt heb en de bekers dat ik gewoon heb, ik wil nog wel op niveau blijven. Ik zei ja tegen Louis, ik zeg, zegt wel een ploeg dat is ik? Ik zou zeggen ja of nee. Hij zegt, Anderlecht is geïnteresseerd. Ik zeg ja, dan moet je niet twijfelen. Ik zeg, dan zijn we naar Anderlecht. Hè. En dus uiteindelijk... Toch zonder pinken... Ja, ik zeg, je moet niet meer kijken in het buitenland. Ik zeg, pak maar Anderlecht. Ja, dan. Maar als je dat zegt tegen je manager, weet je wat er gaat komen vanuit Brugge, toch? Op dat moment. De overstap van Club Brugge naar Anderlecht, heb je daar al beslist eigenlijk. Als je zegt, ja, dat is goed voor mij. Inderdaad, ja. Je hebt er geen twee seconden over nagedacht. Ik heb er geen twee seconden over nagedacht. Maar, maar ook uit wraak op het feit van, ja, je kunt nog in een topploeg zitten, in je eigen land... Maar wel de vijand. Wel, ja, wel waar je jaren tegen gestreden hebt. Ja, maar goed, ja. Of je nu naar club gaat of naar standaard, wat is het verschil, hè? Ja, dat weet jij als speler maar al te goed, toch? Ja, nee, maar kijk, ik ben naar Anderlecht geweest de maandag en in een uur was dat allemaal geklonken. Met Michel en met Michel Versuren en Roger van der Stok. Dat... Was de Michel niet in zijn nopjes? Die je niet had verwacht van een van de sterrenkaders van Club Brugge? Ja, was wel content dat hij mee kon binnenrijven. Ik had dan ja, zoiets. Hij zei van ook, ja, Michel zei ja, ik moet het allemaal stilkens houden, zegt hij. Want als dat gaat uitkomen, zegt hij, gaat dat voor u wel niet zo plezant zijn en dit en dat. Maar ik zei tegen Michel, ik zeg, kijk, ik wil eerlijk spelen. Ik zeg, ik wil ook in Club Brugge zeggen waar ze aan toe zijn, dat ze mij niet meer hebben volgend jaar. Dat ze op zoek kunnen gaan naar iemand die mij kan vervangen. Hè? Want als ik dat nu zwijg en dan zeg ik ben weg, dan is dat nog zo... Nog laffer, zou ik zeggen, dan... Ik ga dat dan gaan zeggen en dan zei ja, antwoord. Maar allee, Lorenzo, het lag allemaal klaar voor u voor 3 jaar en dit en dat, en je moet me juist mee tekenen. Ik zei, we hebben er 3 of 4 maanden over onderhandeld en nu ineens kan het wel en toen kon het niet, sorry, maar dan nu is het te laat. Maar dan is het natuurlijk niet de meest plezante periode in mijn carrière geweest. Ja. En wat zei Gerrit toen? Want die was toen... Gerrit zei van, bij mij maakt dat niks uit, zegt hem. Jij speelt. Als jij uw prestaties blijft leveren zoals ze waren, zegt hem, dan maakt dat voor mij niks uit. Wat jij volgend jaar doet, kan ik er ook weg zijn, zegt hij volgend jaar. Ja, dat was ook. Ah, nee. Dat was ook, ja. In het begin natuurlijk, ja. Ik startte de eerste wedstrijd op Beveren, was dat. Ja, van dat ik aan de bal kwam fluiten en... Deed dat iets? Want ik herinner me van het spandoek, echt laf verloren. Ja, maar dat was al de eerste training. Ik had dat uitgebracht, dat is in de pers gekomen. De dag daarachter was de woensdag zeker, moesten we trainen. En in Brugge moest je van de kleedkamer naar het veld een beetje verder gaan. Zo. En dat was zo afgezet en moest dan binnen gaan. En die anderen stonden allemaal in de middencirkel en ze stonden allemaal te lachen. Ik zei, wat is dat nu voor iets? En ik kom binnen en ze zeggen, je moet eens achter u kijken. En inderdaad, moet er een spandoek achter de goal, laf verloren. Zo van die dingen. Ik zei, oké, okay, ja, niks. Dat niks deed u niks? Dat deed me nu niet echt niks. Hè. Maar dan zitten we aan trainen. En hier zo, was nog een tijd van de skinheads. Hè. En hier zo, 2 skinheads... in die opening daar, en hier zo nog 5, nog 10, nog 20. Zo. Het veld op? Of? Nee, aan de ingang van het veld, zo'n stuk of 40 die daar stonden. Toen was ik wel even niet op mijn gemak. En achter de training zo, we moesten daar in die ingang, of die doorgang, moesten we passeren. Hè. En ik zeg tegen de man, ik zeg, blijf rond mij, begeleid mij een beetje. Hè. Dus we zijn dan gepasseerd en natuurlijk, maar, oh, dit en dat en hier en ginder. En we weten nu wel te vinden, we weten nu wonen. En ja. Zo van die dingen. Ja. Het was dan even wel zo... Allez, en nooit iets aangekomen. Nee, toen ben ik wel niet meer met mijn auto naar het stadion gereden. Dan ben ik altijd naar Frankie van der Elst geweest, naar zijn huis. Die woonde daar op 2 kilometer van. Mijn auto daar gezet, mee met Frankie naar de training en dan terug met Frankie naar huis. Echte vriendschap. Ja. Dat moet toch een intimiderende periode geweest zijn. Dat was wel... Allee,
En dan vooral, ja, vooral voor mijn ouders, hè, want dat was, ik zat dan op veld en hoorde ze wel roepen van de tribune, maar ja, mijn papa zat dan in de tribune. Daarnaast, ja. Ja, en voor hem, de paal heeft gezegd, ik kan niet meer komen kijken, zegt hij, want ik kan het niet meer aan. Ja. En wat zegt Frankie? Je hebt Frankie van der Elst, zo lang samengespeeld, ja, op dat middenveld, beste vrienden geworden. Allee, die zegt toch ook, ah, wat doet u nu, Lorenzo? Ja, nee, hij zegt ook van, ja, het is uw carrière, zegt hij, jij moet die keuzes maken. En oké, ja, als jij met de club niet overeenkomt, dan moet je het ergens anders naartoe gaan. En voor mij maakt het niet uit naar waar dat is. Dus... Dat is wel heel nuchter. Ja, maar dat, ja, is, Frankie is ook zo nuchter. Toch ook, of is zo is hem toch, hè, Frankie? Ja. Ja, dus die heeft mij ook niks kwalijk genomen. Hij zegt, kan het wel verstaan. Ja. Ik vind het wel spijtig, dat wel, zegt hij. Want ik had graag nog 3 jaar met jou verder gespeeld. Ja, en ik denk ook, allez, ik denk dat het vooral pijn gedaan heeft. Want ik begrijp het sentiment van fans die zeggen, een van onze sterrenkouders vertrekt naar de vijand. Ik heb daar al begrip voor, maar zij vergeten misschien wel dat het eigenlijk de club is geweest die misschien een duidelijke inschattingsfout heeft gemaakt door te denken dat jij misschien kapot gespeeld waart, dat je die 3 jaar niet meer ging aankunnen, dat je dat niveau niet meer in je speelt nog Champions League en gouden schoen. Ja. Eigenlijk heeft Antoine van Hoven een inschattingsfout gemaakt en daar houden de fans dan geen rekening mee. Ja, of er was van bestuur, want ik denk dat Antoine van Hoven... Allee, die zal het toch gezien hebben. Hij wilde wel, maar hij kon dat zelf niet beslissen natuurlijk. Want Antoine, ik had wel een goede relatie met Antoine, dat is, maar goed, de raad van bestuur is die beslist. Hè, dus, Ja, nee. Ik had ook wel het gevoel dat daar meer om te doen was dan toen dat bijvoorbeeld Mark de Grijze dat gedaan had. Ja, wel. Dat bij u echt zo de eerste was van, oh, maar deze doet het niet. Of... Dit kan niet, ja. Ik snap ook niet waarom, want uiteindelijk, ja, de jaren dat ik voor club gespeeld heb ik altijd mijn uiterste best gedaan. Dus, maar daarom, hè. Ja, net daarom. Mark ook, hè. Mark heeft ook 6 jaar bij Ja, ik denk dat het een tijdsverschil was of zo. Anderlecht toen. Er zijn er nog die overgang gemaakt hebben. Hè. Dat is waar. Dan achteraf nog, ook Ilić nog. Maar ja, oké, Ilić kun je niet vergelijken met u, hè. Stoika die, blijft toch pijn doen bijvoorbeeld. Dat zijn toch dingen die als fan, als iemand die overstapt, ja, ergens doet dat. Ja, vooral ook omdat je nog een keer stappen maakt. Ja, natuurlijk. Hugo Broos, noem maar op. Ja. Klopt. De jaren 90 werden ook volledig gedomineerd door Anderlecht en Club Brugge. Hè. Ja, buiten Liersen en Genk, denk ik. Maar al de andere titels worden tussen die twee verdeeld. Ja. Dus er was echt wel... Ja, die twee ploegen waren hut van hut. En dat culmineerde in nu een transfer een beetje. Ja. Hè. Ja, en uiteindelijk, allee, sportief gezien, kan ik moeilijk zeggen dat ik een slechte keuze gemaakt heb. Want we zijn nog 2 keer kampioen geworden. We hebben de 2e ronde van de Champions League gehaald. En een gouden schoen. En een gouden schoen, ja. Dus wat dat betreft is dat zeker nog een surplus geweest aan mijn carrière. Maar ik heb in het fantastische programma De Kleedkamer gehoord dat je ook in je Brugge-periode een keer bij Standaard hebt getekend. Ja, dat klopt. Maar toen, ja... Toen was het contract nog een contract, hè, dus als ze daaraan hielden, dat was... Ze wouden niet laten gaan, Club Brugge? Ze wilden me niet laten gaan, nee. En was het dan superveel meer geld? Of? Ja, dat was superveel meer geld, maar uiteindelijk hebben we dan ook wel een aanpassing gekregen in Brugge. Oké, okay. Ja, dus het kwam wel goed uit ook. Ja, het kwam wel goed uit ook. Okay. Ik had nog een onnozele Fedi Ver gelezen over uw Club Brugge-periode, dat jij is tijdens de zomer in 3 of 94 een volledige triathlon hebt gedaan. Nee, een volledige. Kwart. Ah, oké. Kwartiathlon was in Wevelgem inderdaad. En blijft ook zot, hè? Ja, blijft ook wel straf voor een voetballer om dat te doen als hobby, maar... Ja, als hobby kon ik dat gewoon een keer meedoen. Een keer kijken wat ik dan kon. Dat zwemmen, dat filmen van mij, dat fietsen was echt goed. Ik had gemiddeld denk ik van 34,5 gereden. En dat lopen dacht ik van, nu ga ik iedereen hier inhalen. En dat ging niet meer. Dat was precies... Alles was afgesneden. Maar ik had een tijd van, denk ik, 1:20. Dat was in die tijd, ja, zo een 20, 25 minuutjes na de eerste. Dat vond ik wel ça va. Maar ik had dat meegedaan zonder specifieke training, dus op uithouding van het voetbal. En dan het jaar erachter, in oktober, november, dan krijg je zo een kwaaltje hier en een kwaaltje daar. Zo, hey, en dan hoorde van het bestuur, ja, voilà, het is door die triathlon. Hey, daarmee dat hem nu gekwetst is. Hey. Zo, maar het was ook wel uw kwaliteit op het veld, hè? Ja. Enorm veel kilometers. De marathonman heb ik gelezen in een voorbeschouwing naar 2K94. Dat vond ik wel een mooie beschrijving. Ja, ik was box-to-box speler, dus dat was continu van 16 naar 16. En heb je dat ooit getest of zo, van wat je capaciteiten juist waren? Was dat gelijk Evenepoel dat jij ook op een fiets een carrière had kunnen maken als prof? Of? Goh, ja, dat weet ik niet. Dat weet ik nooit. Allee, we hebben altijd wel ons testen gehad voor naar de WK's te gaan. Maar echte resultaten hebben we daar niet van gekregen. Dat ook niet die statistieken die ze nu hebben. Van de VO2 max en ja, de die Vlaam heeft max. Veel kilometers afgelegd in de wedstrijd. Hadden ze dan toen geweten, dan denk ik dat er toch wel...
van sommigen wat ogen gingen open gaan hebben. Ik denk ook Vital Brommerke, dat was ook een die continu die flanken afdweilde. Ja, het was zelfs een beetje eigen aan dat Club Brugge. Hè? Ja, dat was het. Hard werken. Maar ja, hard werken oké, maar het was ook zo dat wij soms zodanig, als bij ons thuis het overwicht hadden, dat we de ploeg op de helft van de tegenstander konden vastzetten, dat we in principe niet echt veel moesten teruggaan tot onze eigen helft. Nee, dus dat kan zeker niet afdoen aan het niveau. Maar de fysieke capaciteiten, dat moet in u zitten. Hè? Als je dat niet had, had je die carrière nooit kunnen maken. Capaciteiten heb ik opgebouwd in mijn jeugd. Hè? Dus ik heb sporthumaniora gedaan in Mullebeke, in Terborg. 14 uur sport in een week. Dat was dan s'avonds nog een keer de maandag crosstraining en de woensdagmiddag crosstraining. Dat was 30 kilometer gaan lopen en 30 kilometer gaan lopen. Dat was 60 kilometer in een week dat wij liepen. Hè. Dus ja, dan hadden we een basis. Hè. Dat was wel een Spartaans regime, moet ik zeggen. Maar dan natuurlijk, dan heb je snelheid niet. Hè. Want uiteindelijk was dat dan een beetje mijn mankement. Een grote motor, maar geen pieksnelheid. Maar geen pieksnelheid. Ja. Nee. Dus, maar goed, ja, ik had dat ook niet nodig. Omdat door het feit dat ik het middenveld speelde, had ik dat niet nodig. Van achter, oké, door mijn positie en het feit dat ik libero was, was dat ook niet echt nodig om heel snel te zijn. Het had natuurlijk wel handiger geweest, moest ik nog sneller geweest zijn, maar goed. Ja, Gert Verheijen. Altijd een plus. Ja. Ja. Gert Verheijen zegt altijd, vergeet niet, voetbal blijft een loopsport. Ah, als je niet kunt lopen, gaat je nooit een goede voetballer zijn. Nee. Ik ga er eens een kijkersvraag bij pakken. Jentel vraagt, voelt je meer Anderlecht-speler of meer Club Brugge-speler? Nog altijd meer Club Brugge-speler in de zin van, ik heb daar 9 jaar gespeeld. Dat is dubbel zoveel als bij... Allee, 3 keer zoveel als bij Anderlecht. Hè. Ik heb 3 jaar in Anderlecht gespeeld. Dus ja, we hebben ook... 4 keer kampioen, 3 keer kampioen geworden, 3 keer een beker gewonnen. Dus dat vergeten niet. De momenten ook, de Europese momenten, de Europese avonden. Dus het klopt niet dat jij een shirt van Anderlecht op je bureau hebt hangen? Ik heb er wel een aan, maar ik heb er ook een van club hangen. Ik heb er ook een van de nationale ploeg hangen. Dus ja, van de ploeg waar ik gespeeld heb. Hey, die bronnen hier, joh. Het is nu niet dat ik hier al mijn clubtruien allemaal weggedaan heb. Nee, absoluut niet. Nee, ik ben er fier op dat ik weer club gespeeld heb. Alleen vind ik het jammer dat bepaalde mensen daar door aangedaan zijn dat ik die overstap naar Anderlecht gemaakt heb. Dat is gewoon door omstandigheden geweest. En kan je nu nog naar Jan Breidel zonder dat ze weer beginnen nu roepen? Nu toch wel. Nee, het is nog altijd... Maar ja, daar schiet ik wel van. Ja, en dat is soms in het erge. Soms als ik naar mijn zoon ga kijken. Ik heb ooit een keer naar mijn zoon gaan kijken in Ieper. Tegen Menen was dat. Dat was nog mijn gemeente. En dan achter mij zat op de tribune, zat er daar die heel de match continu. Hè, de Anderlecht Jood en hier en ginder. En zo continu op mijn kap gezeten hebben. Dat ik zei, allee, jongens. Dat is wel, dingen zijn wel verjaard nu, vind ik. Maar ja, goed. Ik vind dat ook wel, maar goed. Hoeveel titels met club? 4? 4, denk ik. Een paar bekers. 3 bekers, ja. Halve finale Europa Cup gehaald, Champions League gespeeld. Moet je ook als Jan Breidel dat niet doet, staat je in het rijtje van de absolute legende. Moet je op Jan Breidel nu ook wel kunnen zeggen, kijk, we hebben u keihard uitgefloten toen, maar nu... Ja, maar nu is die generatie wel ver weg. Hè, nu. Dus die jongeren, die kennen we niet meer. Anderlecht dan. Het eerste seizoen bij Anderlecht... begon ook weer heel moeizaam, hè? Ja, dat is mijn enige kwetsure geweest die ik in mijn loopbaan gehad heb. Langere dan? Langere. Dus ik ben de eerste 6 matchen, denk ik, niet actief geweest. Dus we hadden een goede voorbereiding gehad. Maar wat er wel niet was, in Club Brugge hadden we altijd een trainer en een hulptrainer. En we hadden geen physical coach. Dus dat was, de hulptrainer die dan ook de fysische dingen gaf, training. Maar ik kom in Anderlecht en dat was een physical coach. En dat was voor de training, heb naar beneden in de gym daar. Buikspieroefeningen, heb zoveel buikspieren, dan armspieren en dit en dat. Dus goed, maar ik was dat niet gewoon. Ik was dat niet gewoon. En door... Echt een beetje herhaling. Bodybuilding. Ja, werd overtraind. Ja, werd ik overtraind en werd die spieren daar rond. En eerst zo een oefenmatchje op Oagel, denk ik. Want we gingen op stage en we kwamen altijd terug. En we speelden altijd in Oagel een oefenwedstrijd. De eerste oefenwedstrijd van het seizoen. En ik krijg daar een spierscheur in mijn lies. Goed, ja. Dus 6 weken oud. Maar er waren nog wel een paar blessures bij Anderlecht. Schifo was gekwetst, Zetterberg was gekwetst, Radzinski. Even Stalens, Schifo, Radzinski en Zetterberg gekwetst. Dus, Michel Verschuren met de handen in het haar. Ze beginnen aan de competitie en ik denk na 6 speeldagen staan we op de voorlaatste plaats. Ik dacht zelfs laatste op een of laatste, moment. Ja. Met Anderlecht. Ja. Arihana. En de 7e wedstrijd is het naar...
naar Ekeren en daar winnen ze met 0-3. En dan weet je nog goed, want ik speelde dit er ook nog niet mee, maar we kwamen er wel achter de match in de kleedkamer. Proficiat zeggen en Michel Verschuur kwam binnen. En we gaan die mannen van Brugge nog pakken en zeggen van, ja, we gaan nog kampioen worden. Hè. Zo, en wij iedereen zelf aan het kijken, zo, we stonden de laatste. Hè. ja, oké. Okay. Zalig. En dan ja, okay, had ik ondertussen al een wedstrijd met de Belofte gespeeld voor ritme op te doen. En dan mijn eerste match was thuis tegen Aarlebeke. En na 10 minuten scoorde mijn eerste goal. Dus dan... Dat wist ik van, oké, okay, ik ben vertrokken. Maar dat was hier. Wel nog met Arie Haan, of die was toen ontslagen? Dat was nog met Arie, nee, die was, ja, dat was nog met Arie Haan. Ja, en dan is die buiten gevlogen. En dan is Jean Dox die overgenomen heeft, samen met Frankie Verkouteren. Ja. En van dan af is dat beginnen lopen. Ja, die zette de zotste reeks die ik heb meegemaakt voor Anderlecht er ooit. Nee, dat was uiteindelijk, we stonden op vier, we hadden nog geen Europees voetbal, we stonden op vier matchen van het einde van de competitie. Er moesten nog vier matchen spelen, moesten ze alle vier winnen om Europees voetbal te halen, zo was het. Ja. En dat was nog tegen Genk en we speelden in de eerste match, was op Standaar, waar we 0-6 gaan winnen. 0-6. Dan spelen we thuis tegen Gent. Die match heb ik dus gemist, omdat... Ja. Dan spelen we thuis tegen Gent een 4-2 gewonnen. Dan moesten we naar Genk, die op die dag kampioen kon worden. Ja. En we winnen dan maar met 4-2 denk ik ook. 2-4? 2-4. 2-4, ja. En dan moeten we thuis tegen Kortrijk, waar wij moeten winnen. Dan Kortrijk 1 punt moet halen voor in eerste klas te blijven. En we winnen met 4-1. Oei, je ex-club. Ja. Doodgedaan. Ja. Ja, maar dat wil alleen maar zeggen dat je daar een titel hebt laten liggen. Als je zo'n reeks kunt neerzetten. Ja, inderdaad. Fantastisch. Ja. Dat jaar. Ja, maar nog eens. Het lijstje van geblesseerden in de eerste match is wel... 2 titels laten liggen. 2 laten liggen? Nog één bij Club Brugge ook. Op Antwerp. En Lierse wordt kampioen. Wij moesten voorlaatste match. Er waren nog 2 matchen te spelen. Op Antwerp en thuis tegen ik weet niet wie. En we moesten die 2 matchen winnen. En op Antwerp, en ik weet nog goed, daar... de eerste helft was er een heel grote discussie tussen Spechar en... Stanić. Nee, Stanić niet. Vermand. Ja, een verdediger van bij ons. Zwarte verdediger. Lemby. Addo. Addo, ja, inderdaad. Heel groot Kom discussie. Op. Heel grote discussie. En zelfs in naar binnen gaan was er geslagen en gedaan. Dus Spechar op Addo. Want die Addo leek mij superlief. Ja, superlief. Maar het was iets blijkbaar niet een of ander over zijn moeder geroepen en tegen elkaar. En dat zat erop. Dus, en wij zien dat. En Hugo was dan trainer. Hugo zag het ook. En wij denken nu aan de rust. Oké, want Spechar was niet onze beste vriend in de groep. Dat was een hele moeilijke om mee samen te werken. En Addo was, zoals gezegd, een hele lieve. Dus ja, wij dachten aan de rust van Spechar gaat eruit. En Addo gaat verder spelen. En Hugo vervangt Addo en laat Spechar staan. En dan zo die tweede helft, boom. Dat was zo, het was over en out. Dat is zo raar, dat is zo'n kleine dingetjes dat zo'n klein ding. Doen. Want je staat wel op het veld die voor een titel spelen. Ja, maar dat was even zo een ding waar niemand... Ja, coach kiest voor de scorende vedette. Hè? Ja, maar het is ook niet dat je het expres logisch, liet gaan, toch? Nee, maar het was zo dus mentaal. Dat was precies zo van, dit is hier onze nederlaag. Oké, zot. Wat hebben Jean Dox en Frank Verkouter, om terug naar daar te gaan, wat hebben die ineens anders gedaan? Jean Dox was zo een beetje vaderfiguur. Hè? En ik weet nog goed, hè? De eerste wat ik dat nu gezegd heb tegen Standaar, ik weet nog goed, want dat was met de gebroeders in Penza die daar speelden. Of alle 2 misschien. Dat was heel veel snelheid, hè. Dus... Runier en Mornach, denk ik. Ja, en wij, met een man of 5 zo, altijd met Jean Dox voor de wedstrijd een keer gaan babbelen. Zo, van, ja, en wij zo van, ja, op Standaar, Jean, met 4 van achter zouden we Tony Graham zouden beter met 5 van achter spelen. Ah, Librootje. Met die snelheid hè, van die mannen en dit en dat, zo, dat gaan wij niet aankunnen. Ik en De Boek waren alle 2 niet van de snelste. Ik speel liever met 4 van achter en dit en dat en hier en hier. Oké, we zijn zo van, Jean, hij beslist. Dus denk er een keer over na wat we gezegd hebben. En we zien wel wat je beslist op de dag van de wedstrijd. We zijn een dag van de wedstrijd, theorie, 4 van achter. Oké. Spelen met 4 van achter, binnen 0-6, ja. Zoals het moet bij Anderlecht, hè? 4 van achter. Ja, dan kun je meer druk naar voren zetten en je had er wel de voorlijn voor. De voorlijn was super. Hè. Had Kuller Radzinski had horen, had nog Jatschuk. Als hij niet geblesseerd was, Jatschuk, dat was echt fenomenaal. Dat was echt een hele goede speler. Ja, absoluut. Een van de beste waar ik mee gespeeld heb. Waarom klikte het zo goed met Glenn De Boek op het veld? Want zoals gezegd, jullie misten wel wat snelheid, maar als duo
Omdat wij goede super communicatie moeilijk hadden buiten niet een keer. Dat we een keer tegen elkaar gelopen zijn. En dat ik zijn neus gebroken heb. Echt? Ja, ja. Oké. Okay. Dat was twee. We liepen alle twee naar de bal. Zijn we op twee los tegen elkaar. Maar voor de rest, ja, nee, was zo. Wij verstonden elkaar goed in de zin van de communicatie was vrij goed tegen ons, bij ons. Dus. Want de basis van die reeks is sowieso van voordat er veel golen werden gemaakt, maar dat jij er van achter zo stabiel stond. Ja. Dat wordt misschien wel vaak vergeten, hè? In die periode, de verdediging. Wel, dat is alle aandacht ook ging naar die een belangrijk onderdeel, keeper ook. Hè. Dus, die was Crasson rechts toen? Crasson rechts, ik en links Deden. Ja, dan voor ons nog een keer, was dat met Van Dragen, dat weet ik nu niet. Nee, die komt daarna, denk ik. Komt daarna, dat was dan, ja, Zetterbergson daarvoor, maar Basseggio. Ja, absoluut. Dus dat waren allemaal aanvallende, dus wij moesten, en wij moesten veel praten met die mannen als en toe, hè, voor ze terug te roepen, want uiteindelijk was die druk om daarvoor te gaan van die mannen veel groter dan die om terug te keren. Hè. Ja, maar dat is ook, jullie waren twee internationals, ervaring, ik snap wel dat dat werkt. En ik snap ook wel waarom dat Verschuren dacht, Stalus nog gaan halen, ondanks de leeftijd, is geen een domme zet, als je ziet... De eerste zes wedstrijden geschorst, meteen shit. Dat is al gevloekt, maar al die mannen ervoor waren jong, gretig en zal gedacht hebben, oh wacht, van dat type hebben we nu wel echt genoeg van die jonge, gretige wolven, laat ons wat ervaring inbouwen. En in een verdediging kan dat, hè, want als je ook gaat zien naar de grote internationale toernooien, de nationale ploegen die daar winnen, is vaak met een iets oudere verdediging. Dat is Italië, Frankrijk. Met ervaring, van achter ervaring. En dan vooraan mogen ze een beetje gek doen. En dat werkt precies altijd wel. Real Madrid heeft dat ook eigenlijk. Real Madrid doet dat ook, ja. Ervaring. Je kunt met oude spelers pakt dat eigenlijk heel veel prijzen vaak. In feite is het basis in voetbal. In balverlies moet je weten wat je moet doen. Ja. En als je dat doet, dan sta je goed. En al de rest, hè. Dat kan variëren. Dat is bonus, intuïtieve, ja. In de spits, ja, als de ruimte daar ligt, moet je daar duiken. Hè. Vroeger met de looplijn en dit en dat, oké, dat is een basis. Maar je moet er ook kunnen van afwijken om dan toch het onvoorspelbare te doen en de verdediging uit verband te spelen. Maar was het dan voor jullie leuk om op training die matchjes aan te gaan met Koller en Radzinski? Jij met Glenn dan? Konden jullie ze wel afstoppen? Wij wonnen die meestal. Ja. Meestal is zo, kleine wedstrijdjes 4-4, dat je met de verdediger speelt, winnen. Ja, spitsen laten de man lopen. Hè. Ik bedoel, verdedigen niet zo. Wij verdedigen en als we dat bal krijgen, oké. En een klein partijtje, 4-4, is het meestal maar op 10 meter van de goal dat je moet shotten en dan kun je ook scoren. Hè. Maar die verdedigers, die aanvallers, die laten die een ander dan een keer lopen. En oké, dan is het 3-4 en dan ben je uitgespeeld. Hè. Het jaar nadien bij Antunes is het de magische Champions League campagne. Maar iedereen heeft over PSV, Manchester, Lazio, Real. Maar het begint bij Porto en die match wordt vaak vergeten. Oh. Hè? Want op een haren... Dat was de laatste puberen, kwalificatie. Laatste kwalificatie. Ja. Ging thuis 1-0. Thuis 1-0 en daar... Maar 0, daar echt een les 0 gebleven, krijgen. Ik ben 0 gebleven, maar ik heb er hier een kans niet missen. Dat ik zeg van... Ja, een jongen van 5 of 6 jaar had hij niet missen. Dus de bal passeert en hij shot en de bal passeert tussen zijn benen zo... Niet dat die mannen niet konden voetballen, hè, dus, maar dat was zo. En we gingen, de laatste half uur zijn we niet meer uit de 16 geweest, denk ik. Alleen maar verdedigen. Alleen maar verdedigen. Ik weet wel nog dat Yves Van der Aghe tegen een paal geschot heeft daar. Het was in een center dan. Die... Maar hij zegt van... Dat was Espres, zegt hem. Ik zei, dat kan niet. Ja, dat kan niet. En hij blijft erbij dat Espres was. Zo van helemaal aan de zijkant, hè, met zijn rechter aan die bal draaide van poem tegen de paal. En was het Philippe de Wilde toen de keeper? Ik denk dat Philippe de Wilde de keeper was. Heeft er toch ook een paar uitgehaald? Ja, inderdaad. Ja, we hebben daarvoor door het oog van een halte gekropen. En dan, de eerste match op Manchester. 5-1. 5-1. Met 4 van achter. Druk gaan zetten. Druk naar voren. Met Ryan Giggs op de linkerkant die daar overal slalomde. Ja, dat was... Was dat York en Cole tegen jullie? Ja, dat was echt het grote... Dat waren misschien... En dan thuis, thuis winnen we tegen... Ja, dat is legendarisch, die campagne. Ja, maar dus je verliest 5-1, dan wint je thuis 1-0 van PSV. Met een vrije trap van die deden, ja. En dan verliest je wel 4-0 ook tegen Dynamo Kiev. En 4-0, dat weet je niet meer. Dan zet in de helft van die groepsfase en dan heb je gewoon... En dan moeten we thuis tegen Manchester. Ja. Ja, dan winnen we... Met 2-1, denk ik. 2-1, ja. 2-1. Maar ook de tweede helft niet meer. Want Barthez was de keeper, hè. Die stond de tweede helft gewoon op de middenlijn. Op de middencirkel. Die stond op de middencirkel. Ja, maar jullie hadden ook wel
meer dan twee keer kunnen scoren, herinner ik mij. In de openingsfase. Tweede helft zijn we niet meer overgegaan, denk ik. En ja, oké, we hebben stand gehouden. Want dat was ook wel een van onze kwaliteiten. Dat we ook, ja, die centers die kwamen, we hadden ook wat kopbalsterkte. We gingen ook veel in duels. Dus wat dat betreft was dat... Maar wat... Ik heb gehoord van Yves Van der Hagen in een andere podcast is dat, dat Beckham geen shirtje wou wisselen. Dat die van Menu wel echt super boos waren dat ze daar even in België kwamen verliezen. Ja, dat kan ik me niet meer herinneren, maar goed. Maar dat zijn toch... Dat is toch het allerhoogste niveau, die campagne. Dat een Belgische club campagne, een club elftal kan halen. Nu maakt, ja, dat is ook, hè. De... Ja, dit Club Brugge, ja, nu ook. Ja. Maar dat is toch het allerhoogste dat je als speler kunt bereiken, denk ik. Op dat niveau winnen. Op clubniveau, hè. Zeker, ja, op clubniveau. En de wereldbeker is nog iets anders natuurlijk. Maar dat is, ja, natuurlijk als club zijnde... ja. Ook achter... In die tweede ronde, want dat was dan twee groepfases. Ja. Op dat moment in, ja, de Champions League. Winnen van Lazio en Real. Allee, Lazio was toen... Ja, die ploeg. Normaal. Tweede ronde heb ik dan niet meer meegespeeld. Want ik was, Lazio dan, niet meer, ik was dan naar dingen, hè, naar Japan. Ja. In januari naar Japan? Ja, januari. Ja, dat was competitie januari tot december. Hè. Ah, ja, ja. Dus, dat moet toch was... pijn gedaan hebben dan? Nee. Dat deed me niks. Ik vind dat wel mooi. Jij ziet er maar iemand uit die weinig spijt heeft. Ik zat op de bank en die bank was ook perfect. En dat was verwarmd en dat was leuk. Wie heeft uw plaats overgenomen in die campagne? Dingen, Olivier Dol. Maar het was zo... Allee, ik zat vast in de ploeg. Hè, maar, en dat was voor nieuwjaar. Het was beslist van naar Japan te gaan. En ik vertrok in januari. Dus NME roept mij en zegt tegen mij, ja, Lorenzo, kijk, we weten al zeker dat jij weggaat in januari, dus ja, oké, en we nu dat ook. Geen probleem, maar zegt hem, allee, je moet mij ook verstaan, zegt ik moet nu, als ik nu de keuze maak voor jou, zegt hem, moet ik een jongen onthogen die na nieuwjaar gaat moeten spelen van mij, want jij bent weg. Ik ga hem nu al direct zetten, want anders... Ik zei, voor mij is dat geen probleem. Ik zei, ik begrijp uw redenering. Maar dan heb je een paar schoon matchen gemist. Ik heb een paar schoon, maar ik was er wel bij. Hè. Ik bedoel, inderdaad, op veld heb je dat wel gemist. Maar... Het lijkt mij niet het type die nee, erbij was voor op de bank te zitten. Maar die Champions League match tegen Menu, dat speelde je toch? Jawel, ah, ja, wel, hè. Maar dat was de eerste ronde. En dan de tweede ronde was als nog één wedstrijd voor nieuwjaar, denk ik. Of twee wedstrijden voor nieuwjaar en de rest na nieuwjaar. Dus Real Madrid? Ja, Real Madrid niet. Op de bank. Op de bank, op Real Madrid op de bank en... Ja, het was alles, denk ik. Ja. Het was alles, ja. Dat is toch niet iets voor u? Nee, maar goed, ja. Ja. Maar ik vind het wel heel mooi. Van het zegt veel over hoe Antenne is die groep managen, people management, dat het belangrijkste blijft. En dat was ook, het was een anekdote van Michel Verschuren vooruit. Dat was bij Anderlecht in de tijd, in de vergelijking met Club Brugge. Ik had daar een contract getekend voor 2 jaar, met een optie voor een derde jaar. Ja, omdat ik 3 jaar wou spelen. Die optie moest na 6 maanden gelicht worden. Na mijn blessure, maar terugkeer dan... Op mijn nieuwjaar of iets zo zegt hem, Lorenzo, Michel zegt, moet ik een bind springen? Mijn broer zegt, moet nog iets tekenen. Dus dat was dat derde jaar dan. Hè. En ja, bekijk dat. En ik wil tekenen. Ik zeg, Michel, maar ik zeg, klopt niet. Hè. Ik zeg, de cijfers zijn anders. Ik zeg, dat is iets meer dan wat er in mijn contract stond. Zegt hem, als we content zijn van iemand, zeg, dan laten we dat ook blijken. Allee, dat is niks gevraagd. Ik moet maar toch, winnen. Dat was dan 10% voorbeeld bij. Oh. En hij zegt van, allee, ja, chapeau. Dat is wel... Op een moment kan ik naar Japan en dan kan daar nog een mooie som verdienen. Op het einde van mijn carrière, ik was dan 37. Ja, ja. Dus en ik ga naar Michel en ik zei, Michel, kijk, dat en dan dat. Maar ik zeg, ze kan wel een transferprijs betalen. Hè. Stel je dat toe of dit of dat? En Michel zegt tegen mij... Lorenzo, kijk, we zijn heel content, zeg, dat je nog bij ons gekomen bent en hetgeen dat je gedaan hebt. We hebben weer een ding gehad, een boost gehad, zeg, we zijn 2 keer kampioen geworden. We spelen die eindronde, we gaan dat doen voor u, zegt hij. Maar we gaan dat niet communiceren naar buiten toe. Hè? Want, zegt hij, als ik zeg dat jij hier voor niks weg mocht, dan na nieuwjaar zegt hij, Stakuller hier, Radzinski, en ja, dus als je voor niks mag weggaan, wij willen ook voor niks weg. Hè? Dus ja, zo is dat afgesproken geweest, zo gezegd van, ja, ik heb een bepaalde som betaald en ik ben gewoon mogen vertrekken. En ik vond dat echt chapeau van Mr. Michel. Ja, de grote mens. De handelingssnelheid van Anderlecht, vooral van, ik denk ik, ja, Verschuren van de Stok, dat duo... Kon wel alleen beslissen als die duo. Die deden dat gewoon. Ja. Hey, jij komt daar binnen op een dag, kijk, ik ben aan de contract bij Brugge. Zij twijfelden niet. Bij dat weg, ze twijfelen niet. En dat was hun kracht, denk ik. Ze wisten op de juiste moment wanneer ze moesten doorpakken. Zo hebben ze ook die ploeg samengesteld. Dat is ook visie, ja. Wat we wel eens niet mogen vergeten, onder Ariaan wel op een gegeven moment laatste. Ja, maar... Dus voetbal is ook een momentopname. Ja, het is gemakkelijker om ze op het door omstandigheden, als je de 4 blessures hebt, ja, oké. Maar kijk, van de 10... Je weet in de voetballerij van de 10,
keuzes die je moet maken, gaat je er verkeerde maken. Ja. De vraag is alleen, maakt er 4 goeie of maakt er 8 goeie? Dat je er af en toe volledig gaat naast zitten, snap ik. Dus een club kan een keer een heel slecht jaar hebben of slechte transfers doen, maar inderdaad, je moet het over een iets langere periode kunnen bekijken. En dat kon, dan heeft Verschuren wel succes gehad. Ja, absoluut. Zeker weten. En dat is nu bij club trouwens. Op dit moment ook. Ze doen hier een weg voor veel geld en ze pakken iemand anders en die gaat direct die rol opeisen. Ja. Nu met de New Glow ook. Hè. Als je hoort in Spanje, die werd op een zijspoor gezet en nu is dat ineens precies... Maar kan ook, heeft ook korte lijntjes. Hè. Ja. Die kan ook, zelf beslissen. Dus je gaat van elk seizoen kunnen zeggen, ja, maar die en die transfer die zijn volledig mislukt. Dat gaat je elk seizoen kunnen zeggen. Maar het gaat over wat er gelukt is. Hè. In de tijd hadden wij dat ook. Hè. We hebben ook spelers gehad die een club gekomen zijn die misschien maar op jaarbasis 20% of 30% van de match gespeeld hebben en dan een jaar weer weg waren. Maar ze hadden toch wel gespeeld en in de breedte waren dat wel goede jongens, maar niet genoeg om in de basis... Ik weet, op een gegeven moment werd Jankauskas dan gehaald om de spits te worden, bijvoorbeeld. En die is bij Brugge niet slecht geweest, maar die was ook niet top. Nee. Maar die heeft dan wel nog, daarna nog een mooie carrière uitgebouwd. Ja. Dus. Ja, dat is waar. Ik heb 2 fact-checks van mensen gekregen. Oef. De eerste is van Sander. Klopt het dat jij ervoor gezorgd hebt dat er alcohol mocht gedronken worden op de bus terug van een away match bij Anderlecht? Ja, dat inderdaad wel... Hoe weet hij dat? Geen idee. Sander, laat even weten. Nee, dat was saai. Als wij met Brugge op verplaatsing gingen, was dat de gewoonte. Dus dat wel... Ja, op hier de compressie? Een pintje of 2 in terugreis na een overwinning. Dat kon, was geen enkel probleem. En bij Anderlecht was dat... De eerste campagne. Verplaatsing hadden we gewonnen en er zat niks in de bus. Water. Ja, dan gevraagd aan Michel en dit en dat. En ja, dat mocht, dat was geen enkel probleem. Die deed niet van, jongens. Maar niemand had dat ooit durven vragen misschien. Nee, waarschijnlijk niet. Maar goed, het zijn wel van die dingen. Op een bepaald moment... Dat was ook, je mocht geen gevaarlijke dingen doen. Hè? Dat stond in je contract. Je mocht niet parachute springen, je mocht niet met de motor rijden, mocht dit niet. Want geen triathlons. Dat stond er niet in, maar goed. Op een moment was er staking van de boeren hier in Brussel met de tractors. Ze hadden heel de dingen afgezet. En ik samen met Ian van der Hagen, die had een motto en een vriend van hem had ook een motto. En hij zegt van, pak jij die een motto van een vriend en we gaan naar Anderlecht rijden met de motto. Dus wij met de motto naar Anderlecht, we komen dat toe op de training. We waren op tijd. En Michel Verschuren komt juist buiten en hij ziet dat. En hij begint al, wat is dat allemaal? Hij mocht dan niet meer rijden en dit en dat. En wij zo, Michel, wie is er hier nu op training? We waren met 2, hè. Wij waren op tijd en de rest was er niet. Ik zei, voilà, dus mag het toch maar. Oké, dat is goed voor je een keer, zegt hij. Mooi. Tweede is Edward. Klopt het dat Jan Koller ooit is opgesloten geweest tussen 2 trainingen door? Ja, dat is een mooi verhaal. Toen hadden we toch wel wat schrik als hij op de training kwam. Dat was inderdaad, tussen 2 trainingen. Als middags moesten we altijd naar boven gaan om te gaan eten. En dat was dan zo een beetje ruimte om te ontspannen. TV, wat zeteltjes om te liggen. En uiteindelijk kwam om 2:30 moesten we terug trainen. De meeste gingen rond 1:30 terug naar beneden. Want ik was samen... En ik ging nog een keer naar boven, het is juist, en het was, de deur was al op slot. En ineens, van de andere kant, zo hoorden we zo van geklop zo, en het was Jan Kuller die daar nog binnen zat, hè, die was niet buiten gegaan. Hij zegt van, ik zit hier nog opgesloten, ik kan niet buiten, komt dat open nu? Ja, het is zo. Ik zeg, we gaan naar beneden, we gaan de sleutel vragen, we gaan iemand naar boven sturen. En ik ga naar beneden, en ik was samen met Glenn de Boek. En we komen beneden, en ik zeg... Ik zal het wel doen. Maar we komen in de kleedkamer en blijkbaar was de kine die zei tegen Glenn, allee, je moet nog massage hebben, kom nu eerst maar bij mij. Het feit dat hij direct bij hem gaat, vergeet hij dat. En ik dacht wat hij dat gedaan had. Dus we komen op training om 2:30 en we zijn aan het kijken zo. We zijn precies maar weinig vandaag zo. Hey, Stojka gekwetst, en die Passeggio gekwetst. Dit en dan ineens zo, shit, Koller. Godverdomme, die zit nog boven. Ja. En toen hebben ze hem gaan uitlaten boven en dan komt hij op training en hij komt eraf gevlogen zo en wij waren weg. Ze. Hij kon er wel niet meer lachen. Nee, hij kon er niet meer lachen. Ze. Hij dacht dat we het expres gedaan hadden, nee, maar dat was niet. Hoeveel uur had hij daar gezeten? Toch nog een uur, ja. Het was om 1:30 en om 2:30 zijn we gaan trainen, dus die had al een uur opgesloten gezeten. Mooi. Heel mooi. We hebben het dan proberen uit te leggen en hij verstond het wel goed. Ja. Ja, moet wel... Kon je daar goed mee praten? Was dat een chille gast? Of hoe moeten we dat voorstellen? Dat was een hele rustige mens. Ja. Ja. Dat was een kolost van een gast. Hè. Ja, dat weten we die heeft nooit geen training gemist. Dat is echt nooit gekwetst.
Het zou zot voor zo'n lichaam. Ja, voor zo'n lichaam. Ja. En ook zijn voeten waren, denk ik, 50 of 52. 52, ja, dus denk ik. Dus die moesten twee paar schoenen aan elkaar doen. Huh? Zolen, hè, aan elkaar. Voor schoenen. Ze moesten zelf schoenen maken voor hem. Dus dat is ook niet groot. Hè. Maar wat was er dan gebeurd in het begin? Dan pakten ze twee lappen, legden ze die over elkaar en hadden twee stutsen van voor, vier stutsen van voor en twee van achter. Maar door het feit dat die groter was, was die overbrenging te groot en was dat zo... En die had altijd last van onder aan zijn voeten. Hè. Ja, tuurlijk. Dus dan hebben ze op een moment nog twee stutsen moeten tussenzetten, zodat die... Ja, dat was zot. Zegt wel veel ook dat hij geen training miste. Dat was geen sterallures, of dat had hij dan niet. Nee. En ook, het was ook nog een die graag een keer... Kon wat verzetten. Of een vodkatje dronken, ik weet niet wat. Zegt iedereen toch dat hij waanzinnig kon drinken zonder daar eigenlijk iets van te voelen? Ja. Inderdaad. En want het moest ook hoog stijgen naar zijn hoofd. Hè, dus. Ja, maar Tsjechen, ik denk dat de Tsjechen op nummer 1 staan wereldwijd van de bevolking die de meeste liters alcohol per persoon drinken. Ja, maar dan, dat kon zijn tijdens de week dat hij dan af en toe een keer toe kwam. Zo, en zeer raar waarvan dat je. Dat je wist van, gisteren heeft hij bij Vonacek en Lokeren gezeten, hebben ze wel in een drank gezeten en zag dat zijn ding zo een keer een boerknast hem toe kwam. Zo. En dan rookte dat ook wel, hè. En dan op een bepaald moment. Ja. En zo, dat kon. En wij zo'n keer zeiden zo aan Antunes, zeg, de Jan, vandaag weer, hè, dit en dat. Vond jij daar een keer niks van zeggen, zo. Lorenzo zegt hem, hij scoort twee goals ieder weekend. Zeg, waarom kan ik daarvan zeggen? Laat hem toch doen. Ja, maar dat is heel pragmatisch. Hè? Ja, maar zo is het. Hè. Dat is wat Ancelotti nu volgens mij ook doet. Hè. Kijk, zolang het goed gaat en zolang de mensen presteren en er geen ergernissen zijn binnen de groep. Van... Maar de groep apprecieert het ook dat hem ieder weekend twee keer scoort. Ja, en als je nu een reservespits zou hebben, die zou zeggen, dat kan niet, die leeft er niet voor en ik zit hier op de bank. Maar hij stond er elke training, dus dan kun je niet veel zeggen natuurlijk. Ja. Wie is de beste trainer onder wie je gewerkt hebt? Je hebt er wel Broos, Gerrits, Antunes, je hebt er wel een paar echt goede gehad. Gerrits vond ik de beste, maar ik ga erbij zijn voor een korte periode. Intens of wat? Ja, intens. En ook, zei Bob Peters hier ook. Hè? Ja. Allee, dat was zo goed, 1 jaar, 2 jaar, maar dan zodat de dingen vervlakken. Want zo iemand die na een wedstrijd dan zo'n analyse maakte voor heel de groep zo en iedereen dan een keer kan afmaken zo en dit. En als je dat nog een keer doet, ga je niet meer spelen en hier en ginder. Maar hij liet dat nou wel spelen en de keer erachter was dat weer hetzelfde. En als dat zo heel veel op elkaar volgt en er wordt geen beslissing genomen van hij speelt een keer niet, dan zegt iedereen, maar hij zegt toch maar hij gaat toch niet doen. Geloofwaardigheid. Dus dan die geloofwaardigheid gaat dan weg. En Gerrits was ook een die kon... Zijn emoties waren van het een naar het ander, van het een duinters naar het ander. Dus die kon binnenkomen van, hey Lorenzo, en dit en dat en wist. En in zijn kleedkamer zitten, naar buiten of een trein. Ja, maar een trein. En moet niet meer dit en dat en hier en hier. Zo, hij zegt van, hey jongens, dat is al die dat juist binnenkwam. Ja. Die zette zijn trainerspet op en die veranderde een beetje van mindset. Ja. Maar echt, ja, qua trainingen en qua beleving en qua motivatie voor de wedstrijd kon die veel uit een groep krijgen. Echt, ja, die was scherp. Daar ook met Lierse kampioen hoor. Nee, dus niet voor niks zijn, maar Lierse kampioen hoort. Maar die kon hij op scherp... Club Brugge en PSV. En Club Brugge en PSV. Kaiserslautern, Marseille, Galatasaray. Hij heeft echt wel als Belgische trainer wel het pad geëffend. Hè, want hij heeft eigenlijk de eerste echte... Ik had nog gedacht dat hij nog nationale ploeg ging doen. Ik had gedacht dat hij nog nationale ploeg ging doen ook. Dat had ik wel heel mooi gevonden. Dat een perfect sluitstuk geweest. Ja, dat moment moet juist zijn. Hè? Ja. En dat zijn inderdaad. Ja, ja en hij had dan... ieder seizoen dus. Dat zou moeten zijn, 2004, 2006 of zo. Toen had het gekund, denk ik. Ja, over de nationale ploeg. Je hebt 70 caps in je carrière. Dat is voor die periode echt heel veel. Hè? Ja, als je dat nu zou zijn, dan zou je toch bij de top terug. Ja, nu spelen ze meer matchen ook, hè, inderdaad. Veel meer. Ja. Die Conference League, of wat is daar dat ze nu nog... Ja, maar ik vind dat wel straf. Je zit denk ik nog geen jaar bij Brugge. Je gaat al mee naar 2K90 en vanaf dan valt je er eigenlijk nooit meer uit. Hè? Nee, in het begin was het natuurlijk... op de bank, ja. 90 was op de bank. Ja, logisch. Juist in eerste klas. En dat was ook de beste generatie, denk ik, dat Rode Duiven zo gehad hebben. 90. 90. Beter dan nu? Anders. Ja, anders. Maar ja, ik zou niet durven zeggen dat ze zwakker waren dan nu. Okay. Als je die ploeg bekijkt,
waren allemaal oktobers. Ja, het was, dat zeggen heel veel mensen. 1990? Van der Elst zegt... dingen, hè. Gerrits. Prodom in de goal. Ja, Prodom in de goal. Gerrits, dan Kleisters. De Mol. De Mol, Groen. Hadden Groen, ook Vervoort. Michel de Wolf zat er ook. Ja. Dan het middenveld, Schifo van der Elst. Keulemans, De Grijze van voor. Nico Klaassen was er ook nog bij. Patrick Vervoort zat er ook bij. Ik had er nog. Bruno Versavel, Mark Emmers. Mark Emmers, ja, inderdaad. Ja. Ja. Is dat wel natuurlijk Wilmots, geen, was die geen jongens he? Die in het buitenland zaten zoals de mensen nu in het buitenland zitten, maar ze zaten wel allemaal in ploegen die dan ook wel top waren. Hè. Dus de Belgische ploegen waren iets hoger genoteerd dan dat er nu is. Hè. Ze wisten wel, allee, de meeste spelers... verdeeld. Ja. Ja. De meeste spelers speelden in hun club aan de top, in de top drie. Ze en voilà. Ik denk dat wel belangrijk wat is. Ook had in die periode was dat er bijvoorbeeld een drietal, viertal spelers van ene ploeg in de nationale ploeg zaten. En die connecties waren er al twee. Nu zit allemaal in verschillende ploegen in het buitenland. Dat is waar. Martinez had wel zo lang vol dat ze ondertussen al heel veel matches zijn. Wel, en dat zie je. Daarom vind ik ook dat we lang op dat topniveau hebben kunnen zitten. Omdat ze in de nationale ploeg ook elkaar echt hebben leren kennen. Ik denk dat het hierna moeilijker wordt, omdat je terug opnieuw moet gaan puzzelen. Maar dat is inderdaad, gaat Anderlecht en Brugge, dan had je al 10 internationals. Ja, en dan kwam de rest erbij. En 90, Frankie heeft dat ook al gezegd, dat daar was de grootste gemiste kans om iets uniek te presteren. Ja. Dat de combinatie was van... De basis van 86 was er nog wel, maar er was heel veel nieuw jong talent, gelijk naar De Grijze, gelijk naar Stales, erbij gekomen. Dus dat was een ideale mix. Ja, maar ik heb daar maar één wedstrijd gespeeld. Dat was de wedstrijd tegen Spanje, die we dan verloren hebben, maar we waren al geplaatst. En dan de wedstrijd tegen Engeland, zat ik ook op de bank. Maar dat was een wedstrijd, ja, wij voelden van, we gaan die match winnen. Ik denk dat Enzo tegen de paal shot, dat De Kasje tegen de paal shot. En wat dat overwicht, en ineens zo, ja, 1 minuut voor het einde. Een vrije trap en David Platt, die onze droom naar Duigelen shot. Oh, man. Dat was echt... daar zijn we dat was echt goed een van klap, geweest. Hè. Ja. Daar zijn we even niet goed van geweest. Ja. Zo jammer. Niemand kon dat verstaan. Ik begrijp dat. Dat was de eeuwige gemiste kans, denk ik, voor die generatie om misschien beter te doen dan die derde plaats. Die en ook plaats, de 94 ook. Hè. Dat was een kans. Als maar je, was die ploeg zo goed, dat weet ik niet. Nee, dat zei Frankie hier toch ook, dat hem dat echt... Ja, want uiteindelijk hadden we daar wat we moesten doen. Gewonnen tegen Marokko en gewonnen tegen Nederland. Maar het moet ook eerlijk zijn, dankzij Michel Prudhomme. Ja. En dan spelen we tegen Saudi-Arabië. En die match verliezen we 1-0. Onbegrijpelijk. Want als je die match wint, dan mogen we in de volgende ronde tegen Noord-Ierland spelen. Hè? En dan moet je niet tegen Duitsland. Ja, tegen Ierland. Ja. Ja, of Ierland. Ja. Nee, dat is waar. Dus ja, dat zou wel ook wel een ander verhaal geweest zijn. 3 WK's, 1 EK, dat is heel knap. Maar als iedereen aan Lorenzo Staes en de Rode Duivels denkt, denken die aan hetzelfde moment. Patrick Kluivert. Ah, ja, echt? Wat is er toen gebeurd? Gedacht. Ik was er nu net vergeten. Ik ben vorig jaar trainer geweest in Nederland in Hoek. En dat was ook het eerste wat ze mij vroegen. Dus zij zijn het ook nog altijd niet vergeten. Nee. Ja, maar ik denk dat heel veel Nederlandse voetballiefhebbers Staes alleen van dat moment kennen. Toch? Ja, dat is in Nederland echt wel, tuurlijk. Dat is een derby op een groot toernooi en een rode kaart voor Kluivert, dat is niemand vergeten, toch? Klopt het dat je verkrachter had gezegd? Ja, dat klopt. Oké, en klopt het ook? Want Mike Verstappen heeft dat hier gezegd, dat het zijn idee was om om de beurt Kluivert te gaan lastigvallen. Zijn idee niet. Het was nu niet zo dat we die gast lastig gevallen hebben, maar goed, het was een heftig duel. Dat was duidelijk. En zij hebben kansen bij de vleet gehad gemist. Er was wat frustratie door de gemiste kansen. En op een bepaald moment, was het in de tweede helft zeker, stond nog 0-0, maar nog iets van een half uur te spelen, denk ik. En komt een center en ik geef hem een schoudersduw en hij valt in de grond en ik wil hem recht trekken. En hij is wel gefrustreerd en zegt van, laat me gerust, kutbelg. En toen stel ik recht, zeg, sorry meneer de verkrachter. En dan, het kwam er gewoon uit. Hè. Dus van hem ook. En dan sta je recht. Mogen we zeggen, gaat je theatraal liggen? Ja, dat wel, hè. Maar ja, goed. Hij doet iets raar, hè. Hij doet eigenlijk zo'n elleboog zwaaien. Ja, bam. Goed, ik ben er niet fier op en ik was er niet blij om ook. Maar als je zag er ook in Nederland, was dat dan... schering aan inslag dat ik een matenaaier was en hier en ginder, maar als ik dan twee matchen erachter zag, Van der Sar, die dan ook theatraal neerging als de spits met zijn voetbal tegen Ortega was, en dan was het wow, professioneel gespeeld van Van der Sar. Zo, ja, maar zo werkt het, hè. Zo als je het voor u doet, is perfect, als het tegen u is, dan haat je het.
Kluivert zegt vuile kutbelg. Ja. Hé, hey, zeg je niet, hè? Maar heb je daar... Jij doet zo niet stoer doen. Nee, ik zou helemaal gefaald hebben in die profvoetbalduels, denk ik. Niet dat Kluivert goed gelachen zou hebben met mij. Maar heb je daar spijt van gehad? Of zeg je, ja, kijk, dat is in het voetbal, in een opwelling, ja, nee, dat is in een duel. Het is in een opwelling en oké, het is iets dat je achteraf zegt van, ja, waarom heb ik dat nu weer gedaan? Waarom heb ik dat nu gezegd? En ja, oké, waarom heeft hij dat gezegd? Ja, waarom... Ja. Heb je hem nog gesproken dan daar? Nee. Komt hij nooit meer. Elkaar ook nooit meer tegen? Nee, hij woont niet meer. Want de pers heeft dan natuurlijk wel willen op inspringen en zeggen van we willen een keer een ontmoeting regelen tussen u en Patrick. Maar ja, ik zeg, voor mij hoeft dat niet en voor hem hoeft dat ook niet. We gaan dat toch regelen. Maar vorig jaar was dat ook in Hoek. Ja, zeggen ze, wil je nog met Kluivert samen? Ik zeg, als hij naar hier komt, naar Hoek, en hij trakteert mij op een mosseldineetje. Ik zeg, waarom niet? Ja. Ja, ik heb er geen problemen mee, maar... Maar na dat WK moeten we terug tegen Nederland, hè, in die 5-5. Oh, dat was een heftige match. Legendarische wedstrijd. 5-5. Ik had gelezen, want dat wist ik niet meer, dat Bergkamp wel echt redelijk snel revanche pakt op u. Ja, die tackelt mij als spits. Zou ik hem niet echt geven, ook niet Dennis Bergkamp? Nee, maar weet je wel, blijkbaar. Het ding is ook, hè, de Davidsen was ook, ook een paar keer vast. Hè. Dat is ook wel een... Die zou ik dat nu wel geven om zoiets te doen. Maar die hadden zich op voorhand een beetje opgenaaid. Ja. Om te tonen dat ze wel konden winnen van de Belgen, natuurlijk. Nee, maar goed, dat is iets dat gebeurt. En ze hebben dat vier op nee, dat spijt van ergens wel, maar dan moet je ook afvragen waarom, hè. Ja, maar Materazzi bijvoorbeeld, hè, na het incident met Zidane in de WK-finale, die cultiveert dat een beetje, die is daar trots op. Die zegt, kijk, ik heb mijn job gedaan, we hebben daardoor die finale misschien zelfs kunnen winnen. Een standbeeld voor gekregen. Het is ook dus niet iemand expres blesseren of zo, dat die gelokt iets uit. Hè. De andere maakt altijd nog een fout. En trash-talk is... Allez, wij hebben nooit op dat niveau gevoetbald, maar dat wordt toch waanzinnig vuile dingen tegen elkaar geroepen in zo'n carrière. Er wordt af en toe wel eens is geroepen. Ik heb ook dingen verwijten aan mijn kop gekregen. Ja, dat is duidelijk. Maar het is aan gaat toch niet lief geweest. Ze zullen tegen u toch ook heel erge dingen gezegd hebben. Bijvoorbeeld op het moment van de gouden schoen missen, dat was ook continu. En dit en dat. En hier ging er zo een beetje mee lachen. Hè. Dus om je ook uit je schelp te lokken natuurlijk. Ja. Maar, dat vind ik wel mooi eigenlijk. Zo spitsen die hem kwamen zeggen. Allee, hier zijn. Kan je de beelden dan af? Wow, wat ik heb wat hem is wel, met uw plastieke schoentje? Wie? Ja, durfde dat? Kom. Man als Karajan is of iets zo. die type is. Plastieke schoentje. Dat vind maar goed, maar dat was... Kon je daarmee lachen of was dat dan ook godverdomme hier? Ik kon daarmee lachen. De volgende corner. Ik denk niet dat jij iemand zei die zich eraan zou laten vangen. Nee, ik pak ook niet... Ook geen revanche pakken. Ik heb nooit... Ik was een harde, maar altijd correct. Ik heb nooit niet getackled om iemand specifiek te proberen te kwetsen of proberen onderuit te halen. Nee, ik heb nooit iemand die door een tackle van mij van het veld is moeten gaan. Allee, ja. Maar ik was wel hard. Oh. Ja. Maar dat mag, hè. Iets anders. Zijt je liever assistent dan coach? Goh, beide in feite. Want uiteindelijk is het... Ja, het is wel naar verantwoordelijkheid en naar beslissingsrecht anders als hoofdcoach en als assistent, maar uiteindelijk gaat het over hetzelfde. En ik vind nu, tegenwoordig wordt er te veel onderscheid gemaakt tussen hoofdcoach en assistent, want uiteindelijk is het een team. En velen zijn hoofdcoach en laten zich omringen door mensen die geen nee durven zeggen en die altijd maar ja knikken. Ja, het gelijk, coach, ja, ik zou het ook zo doen en dit en dat. Terwijl ik ben een hulptrainer, en ik mocht dat vragen aan Glenn, ik ga tegenin. Dus hij zegt van bijvoorbeeld, ik ga zo spelen. Ik zeg, ja, maar ik zal dat zo en zo doen. En dat is iets, je moet een meerwaarde bieden. Je moet als hoofdcoach wel accepteren, dan moet je tegen kunnen. Ja, maar ik zou toch liever iemand hebben die zijn idee zegt, dat ik een tweede opinie krijg. Van, en dat ik achteraf kan zeggen, oké, misschien had hij wel gelijk en kan het dan weer toepassen. Maar natuurlijk, je moet dan al wel goed op elkaar ingespeeld zijn, inderdaad. En ook dat buiten toe wel met hetzelfde idee naar buiten komen, als de hoofdcoach beslist, we doen het zo. Een beetje hetzelfde zoals met Docks en Verkouter. Hè. Dat was ook zoiets. Hè. Met ons gaan spreken, 4 man of 5 man vanachter. Ja, als spelers zeggen, wij zullen liever met 5 vanachter spelen. Coach beslist, we spelen met 4 vanachter. Okay, die deden wel echt duo-baan ook, hè? Ja. Ja. Maar dan moet je in een interview achteraf niet gaan zeggen, nee. Oh, maar wij wilden het anders doen, dus de nederlaag is zijn schuld. Dat snap. En bij een T2 vind ik wel, je mag nooit het gevoel geven aan je T1 dat je het graag zelf zou doen, toch? Nee. Dat ze hem voelt van heel een tijd zo de spanning voelt van eigenlijk wil die in T2 mijn job.
Dat hoort je toch wel vaak achteraf dan. Okay. Als een T2 heeft overgenomen, dat een oude T1 in de krant zegt, ja, ik wist dat al lang. Ja, ja, dus, ja, dat is typisch. Maar goed, ik ben dan zo iemand ook, ik heb dat ook bij Cercle gedaan. Ik ben daar gekomen met Glenn de Boek. Glenn de Boek is weggegaan en ik ben geen hoofdtrainer willen worden. Ik had dat op voorhand al gezegd, ik word geen hoofdtrainer van de trainer waar ik assistent van was. En dan is Bob Peters gekomen. Bob, juist hetzelfde. Bob, buiten. Ik heb niet willen overpakken, want dan hebben ze Foucault Boy gepakt. En dat is de eerste keer dat ik dat gedaan heb, dat ik wel overgepakt na heb. Na Foucault. Na Foucault, ja. Maar dat was... Maar ook interim, toch? Was toch twee keer interim dat seizoen? Ja, maar... Ja, interim, als ze een ander moesten zoeken. Hè, ja, ja, voilà, dat ja, bedoel ik. Maar met Foucault was het anders in de zin van... Oké, we zaten dan in die dubbel confrontatie met Beerschot. We moesten 6 keer tegen elkaar spelen. Ja. Die gekke play-off 3. Ja, de gekke play-off 3. Ja. En wij waren de laatste geëindigd en Beerschot de voorlaatste. Ja. Dus die kregen al 3 punten voor. Ja. En ze mochten eerst thuis spelen. Dus dan winnen ze thuis met 1-0. Herinnert u dat ook, Sam? Dat was 6 punten tegen 0. Dat was nog 4 matchen te spelen. Dat was het of 5 matchen te spelen. Ja. En dan komt Sven Zout naar mij en zegt tegen mij, ja, zegt hem Lorenzo, jij als hoofdcoach, zegt hij, zou jij het zien zitten om volgend jaar in tweede klasse onze hoofdcoach te zijn? Want zegt hem, Foucault, gaan we niet verder volgend jaar in tweede klasse, gaan we geen buitenlander aanwerven. Dus ik zei, ja, volgend jaar wil ik gerust in tweede klasse, geen enkel probleem, dus wij komen daar overeen. Wat gebeurt er nu? Nou, dat weekend spelen dus die 1-0. In die play-off 3 wordt hij al buiten gegooid. En na de eerste match in play-off 3 zetten ze hem buiten. En bestuur zegt tegen mij, wel, ik ga het volgend jaar toch in tweede klasse doen. Ik kan het nu een keer proberen. Hè. Zo, hè. En wat kun je dan zeggen? Oké, ja. Ja, je kunt het niet anders niet meer. Hè. En dan, we winnen dan alles. En dan, houdt ze er wel in. En dan moeten we tegen die tweede klasse spelen. Dan winnen we ook de eerste 4 matchen. En we zijn gered. En dan mogen we verder doen. Toch een niet te onderschatte prestaties. Hè? Een ploeg die... En dan het tweede jaar zijn we gered. 2 matchen voor het einde van de competitie, denk ik. Zijn we gered. En dan... Die spelers hadden al 2 jaar met stress gespeeld tegen die degradatie. Die waren op. Ik zeg kijk tegen Sven Jacques, ik ga proberen een beetje een mix in de play-off 2. Want wie interesseert play-off 2? Niemand. Probeer een mix van wel jonge gasten in te passen, zo 2 jonge gasten per match. Hè? Dat ze een keer elk 2 matchen krijgen, wat de 6 jongens elk 2 matchen krijgen, dat ze een keer kunnen zien, of wij kunnen zien, als ze volgend jaar eventueel in de kern kunnen komen of niet. We gaan dan mee naar het bestuur en oh, fantastisch dat je aan de jeugd denkt en dit en dat en hier en ginder. Oké, aanvaard. Goed, we doen dat. In de eerste match spelen we, verliezen we. In de tweede match spelen we, verliezen we. Yes. Ja, het moet gedaan zijn met dat experiment. Je moet terug met de sterkste ploeg spelen en dit en dat. Ik zeg, sorry, maar ik doe dat niet. Ik heb dat al gecommuniceerd naar de spelers toe. Iedereen weet wanneer en waar dat hij speelt. Ik zeg, ik ga daar niks meer aan veranderen. Ik heb dat ook niet veranderd en dat is feitelijk mijn dood geweest. Hè. Want het jaar daarachter, dan moeten we starten. Hè. En we beginnen, denk 3 matchen, Club Brugge, Genk en Anderlecht, denk ik. En we spelen 3 keer gelijk. Dus wat het niet slecht is, maar ja, je hebt natuurlijk 3-9. En de volgende match spelen thuis tegen Oostende en verliezen met 0-1. En de volgende match ligt er buiten. Dus dat is de vraag voor waarschijnlijk dat ik het seizoen ervoor niet heb willen veranderen. Maar ik kon dat niet meer maken. Ik had mijn groep al volledig ingelicht van... Volledig. En in play-off 2 en de positieve bedoelingen. Dus ik vind... Het is ook gewoon... Maar hun ding is, was oké, ja, we gaan geen abonnementen verkopen volgend jaar. Ja. Als we alle matchen verliezen en dit en dat. Maar ik zeg, als je abonnementen wilt hebben volgend jaar, zo, koop 3 goede spelers. Hè. Ja. Ik zeg, de mensen gaan direct een abonnement kopen. Sowieso. Ja, het is ook gewoon het lot, denk ik, van een coach bij een ploeg die meerdere jaren onderin moet knokken tegen degradatie. Er is geen enkele coach in Belgisch voetbal die dat op langere termijn mag blijven zitten. Het eerste jaar gered ze gezet een held. Tweede jaar blijft er net in, denken ze. Oefen blijft erin, maar zat er toch niet meer in. En dan derde jaar begint het terug onderaan, zeggen ze, ja, nu is het genoeg, we smijten hem toch buiten. Terwijl, met de kwaliteiten van die kern was dat waarschijnlijk zeer goed gewerkt. Ja, maar het is ook, de stress ook, onderaan is een competitie. Als je nu ergens, te veel. We beginnen aan een seizoen. Hè. Het was meestal... De kern is nog niet samengesteld als we beginnen aan de voorbereiding. Hè? Dus halverwege de voorbereiding komen er nog een paar spelers bij en dan op het einde van de voorbereiding nog een paar. En zelfs tegen 31 augustus de laatste. En geen 5 topspelers. En geen 5 topspelers, maar en ook spelen, of wel,
ex-topspelers die niet, nog niet in vorm zijn. Ja. Dus je moet die al optrainen van een week of zes. Dus 6 weken verder, je hebt al 6 matchen gespeeld, misschien de 3 of 4 verloren, dan zeggen ze van die trainer moet buiten. Komt een andere trainer, die pakt over. Ondertussen zijn die aangekochte spelers in vorm. De resultaten worden beter en die redt ze. En het jaar erachter komt hij hetzelfde tegen, want hij moet ook weer beginnen aan de voorbereiding zonder kern, zonder volledige kern. En dan ook weer aanpassingen en dit en dat. En verliest zijn eerste match en ligt buiten. Ja, al die coaches die we hier al hebben gehad. Transferperiode aanpassen. Transferperiode, ja, maar... het zou niet meer mogen dat ze nog kunnen tijdens het seizoen transfereren. Zo ja, bij ons is dat zelfs nog 6 wedstrijden of zo. Ja. En ploegen die moeten hun verwachtingen aan het begin van het seizoen juist instellen. Er zijn ploegen... Dat is ook de makelaar van Bob Peters en Lorenzo Stales. En Glenn de Boek en Stijn Vreven. Ik heb een uitgebreide portefeuille aan trainers. Door niet, niet. Ja. Nee, maar de ploegen moeten dat beseffen. Dat het zou wel eens kunnen dat we dit jaar het rechte rijtje spelen. En daar is niks mis mee. En we gaan vechten tegen degradatie. Ja, je moet je kern juist kunnen inschatten. Maar zeg je dan niet tevreden met Steven de Voer als vervanger? Ja, maar die past perfect bij de club. En als Steven goed werk levert en hij eindigt voor laatste en we degraderen toch, maar iedereen zegt ja, op zich was dit het en de kern was niet top, dan mag die van mij aanblijven in tweede klasse om terug proberen te promoveren. Er worden te veel trainers die een goede klik hebben met de club ontslagen. Ja. Laat ze zitten. Bij Emmen bijvoorbeeld in Nederland, die zijn gedegradeerd met hun trainer, die ook in eerste klasse trainer was, en die zijn terug overgegaan met diezelfde trainer. Dat gaan we weinig meemaken. Hè? Ja, dus, in België is dat unicum, hè? Ongezien. Ja. In België wordt er onderaan worden zoveel trainers gewisseld. Kies eens iemand, een clubtrainer die eens 4, 5 jaar kan blijven zitten. Zakken of niet. Maar dat kan alleen maar als er echt één iemand beslist en die dat beslist. Als er meerdere beslissingsnemers zijn, sponsors ook, dan wordt het moeilijk. De druk is top. Maar het is zo, nu wordt dikwijls heel kort na een bepaalde emotionele nederlaag wordt beslist, hè. Ik zou dat zo niet doen als bestuur zijn, zou ik zeggen, want ik geef de voorkeur aan een bepaalde trainer. Ik ga die 3 maanden geven. Ik evalueer na 3 maanden samen met hem. Evalueert van dit, dat en die en hinder. Waardoor komt het dat we daar staan of daar staan? Waarom komt het dat we het zo goed doen? Dit en dat. En dan kun je beslissing nemen. Maar niet, ja, je verliest vandaag en morgen zeg je van de trainer ligt buiten. Ja. En zo een jeugdselectie of zo, is dat nog iets dat je zou doen? Ik zie Jacky Matthijssen zitten, voetbalbond Erik van Meijer zit daar ook. Moet ook wel inderdaad wel plezant zijn. Daar is dat, totaal, daar is die druk anders. Daar is meer druk opleiden. Anders. En dan werk je met talenten en probeer de jongens je ervaring door te geven. Wil je die beter maken? Ja. Dus inderdaad wel. Ja. Kijk, ideeën. Heeft de Boek toen hij Cercle verliet voor GBA, heeft hij toen meegevraagd? Dat is nu een vraag die mij overvalt. Ik zou dat niet meer weten, eerlijk gezegd. Ik had waarschijnlijk wel kunnen meegaan, maar ik had. En waarschijnlijk ook wel daar gekomen dat er al een hulptrainer was. Dat is natuurlijk iets anders. Hè. Dus dan moet er weer nog iemand buiten zetten. Maar ik was waarschijnlijk ook wel niet meegegaan. GBA is voor mij zo even net voorbij de tunnel. Maar pas op, dat is ook ergens toch wel... Voor mij was Vlaanderen is ideaal. Ik heb in Miskroen gezeten, in Kortrijk gezeten, in Cercle gezeten. Wat heb je nog wel allemaal, niet ver, wel allemaal onder Glenn, hè? Allemaal onder Glenn en allemaal degradatiekandidaten. Hè? Dus overal overgepakt en overal gered. Maar overal ook het jaar erachter dezelfde situatie tegengekomen, zoals je net aangehaald hebt. Denk je dat Glenn u belt als hij een nieuwe club heeft? Ja, we hebben nog redelijk wat contact, ja. Er staan nu toevallig wat West-Vlaamse ploegen onderaan in het klassement. Dus, ik weet het, ja. Maar die hebben wel al wat gered. Denk je dat Glenn de Boek nu nog ergens zou instappen, dat hij zou bellen? Lorenzo, kom, we beginnen er terug aan. Ja, daar zeker van. Ja? Ik heb die vraag net gesteld, hè. Ja. Nee, maar ik was aan het nadenken aan het klassement daarmee. Ik was aan het denken, wie staat er onderaan? Ja, Waregem, Kortrijk staat er weer bij. Maar, als makelaar van trainers moet jij dat klassement echt kennen. Hè? Ja, het is echt wel een heftig seizoen hè, dit jaar, want er zijn er nog een stuk of 6, 7 die in aanmerking komen voor die laatste 3 plaatsen. En vanaf nu zijn we vertrokken, hè, want vanaf volgend jaar is het permanent met 2,5 zakkers. Hè. Dus de komende jaren... Goed. Dan gaan we misschien ook meer krijgen, wat we net zeiden over Emmen, dat iemand af. Ja. We hebben volgend jaar echt wel kans om terug te gaan, blijf maar. We moeten ook voor tweede klasse. Systeem in feite, want ik vind dat het beste. Hè. 3 zakkers en 3 stijgers. En je kunt het jaar zakken en je kunt het jaar erachter weer opgaan. Terwijl nu zakt ik in de tweede klas. Hè. En er staan van het jaar ook. Hè. Komt maar niet erop. Hè. Ja, als er maar 1 stijger Beveren, is. Beveren.
Deinze wil ook opgaan. Ja, die staat nu last. nog Lommel. Is dat ook nog de regio die je doet, Deinze? Deinze, dat is ook nog de regio die je wilt doen? Die wil net doen. Ja, mijn zoon speelt daar, ik ga dan niet. Ah ja, juist, ja. Ja, ja, tuurlijk. Ik ga niet... dat was de moeilijkheid. Maar je hebt bij Knokke samengewerkt? Nee, toen was hij eigenlijk. Ja, wel. Bij dingen ook, bij Cercle ook, in principe. In het begin, was zo... Ja, dat lijkt me moeilijk wel. Dat is inderdaad wel niet makkelijk, inderdaad. Voor hem ook voor niet. Voor hem ook niet, want uiteindelijk gaat hij hem zelfs benadelen. Ja. Op zich van anderen, omdat je niet wilt dat ze zeggen van... Ja, het is omdat zijn zoon is dat hij dat en dat ermee doet. Natuurlijk. Met hem zelfs een beetje achteruit steken. En dan is hij natuurlijk ook kwaad op u. Dat hij zegt, ja, krijg je een eerlijke kans. Nee, natuurlijk. Ik denk ook niet dat dat gemakkelijk is. Ik vind het wel doodzonde dat hij niet de stalen snor heeft verder gezet in de carrière. Ja, wanneer heb je die afgedaan? Op het moment dat ik gestopt ben met voetballen. Ja. Echt? Dus die einde carrière, einde snor. Echt? Ja, dat is waar. De dag erachter. Waarom? Echt? Waarom? Was dat dat was gewoon zo... Maar had je die dat dan om een beetje indruk te maken op de aanvaller? Ja. Maar een snor, dat maakt toch geen indruk? Dat is omdat je dat mooi vindt, toch? Kan het niet groeien, gaat het wel niet respecteren. Ja, maar dat is toch niet voor indruk te maken? Ja, een baard kan ik nog... Nee. Dat was van jongs af aan heb ik dat gehad. En toen zei ik van, die periode is voorbij. Ander hoofdstuk. Ik vind dat wel mooi. In heel het interview zal ik het zeggen... Je hebt weinig spijt van dingen, of je kunt zo redelijk dingen loslaten. En... Ik heb van niks geen spijt. Ik vind altijd, als je een beslissing neemt, moet erachter staan. Dan moet je niet zeggen van, ik had beter dat of dat gedaan. Ik kijk daar niet op terug. Oei, ik heb hier geen probleem. Het is belangrijk. De 100 vierkante meter chap, denk ik. Ik ben met een renovatie bezig, dus het zou wel eens kunnen dat ik nog eens bellen. Okay. Maar dan begint met meer en meer voor verkoopspraatjes te gebruiken. Ik probeer overal kortingen te scoren. De prijzen zijn zo duur in de renovatie, het is echt verschrikkelijk. Ik heb binnenkort met zo'n voetbaltraatje met zo'n nieuwe sponsor op. Gewoon. Wat is het, Karo? Wacht, het duurder nog gaat worden, hè, want de prijzen blijven stijgen. Dus. Echt? Ja. Oh, materialen worden duurder. Je vertelt slecht nieuws. Duurder, zand wordt duurder, dus... Hè. Maar Dovi Keukens, zouden die mijn keuken willen geven als ik dan op mijn shirtje zit? Ja, dat is al 100.000 views. Oké, ik ga die mannen eens bellen. Maar ik wou nog een quizvraagje terugstellen aan jullie. Er hebben 4 Belgen in de Japanse eerste klasse gespeeld. 4. Kevin Oris. Ja, sterk. Lorenzo Stales. Kevin Oris is hier. Kevin Oris in de Japanse eerste klasse? Ja. Was niet een Chinees? Korea en Japan. Japan ook. Ja. En China ook. Ja, alle drie. Ja, dus Lorenzo Stales, Kevin Oris. Ik weet dat van Mitmit en niet van toen. Een heel bekende rode duivel geweest, jarenlang. Ah, 100 Marvin caps, over Jimmy? Nee. Een grote carrière gehad. Arsenal gespeeld, Barcelona gespeeld. Ah, Vermalen, natuurlijk. Ja. Thomas Vermalen. Zijn carrière afgesloten. En nu speelt er Jordi Kroeks. Speelt Kroeks daar. Dus er zijn 4 Belgen. Dus op dat lijstje staat je ook nog. Veel lijstjes, hè? Ja. En goed geld verdiend. Ik quiz normaal niet graag, maar tegen u wil ik wel graag quizzen. Dus veel geld verdiend, niet in vergelijking met die als nu verdienen. Dat staat op Wikipedia. Je weet dat de exacte bedragen... Inderdaad, die exacte bedragen van OITA staan op Wikipedia. Maar van waar komt dat? Dus 15 miljoen BEF tekengeld. Ik wil altijd graag eens BEF zeggen in dit moment. Hoeveel euro is dat? Belgische frank. En 10 miljoen BEF salaris. Dat is wel 500.000 euro in totaal. Nee. Ja, maar inflatie bij... Dat is zo wel. Dat is zo ongeveer wel. Ja, maar dan zou je nu veel meer verdienen, alleszins. Ja, inderdaad, klopt. Ik vind het wel grappig dat die bedragen op zo'n Wikipedia terechtkomen. Ja, chapeau aan degene die de Wikipedia van Lorenzo gedaan heeft, want die was echt leuk. Ja. Goed onderbouwd, alles zat er wat in. Mooi. Ik denk dat Alessio dat gedaan heeft. Dat kan. Laura, wat mogen we u toewensen? Goh, wat mogen we mij toewensen? Gewoon dat de gezondheid goed blijft van alles, van iedereen dat ik graag heb. Vooral van de familie dan, zeker de kinderen en kleinkinderen. Okay. En dat ze het goed stellen in hun leven, dat is belangrijk. En dat is voorlopig wel het geval. Voilà. En voor de rest, voor mij persoonlijk, ik heb heel veel meegemaakt in mijn carrière. Ik ben tevreden met al hetgeen dat er gekomen is. En wat komt, zien we nog. Voilà. Mooi. Mooie woorden om het neer te leggen. Ja, ik wens u nog een beetje voetbal. Aangename kennismaking alleszins. Ja. Dat is leuk om. Ik had al een paar afleveringen gezien. Ik vond het wel tof. Ik vond het tof dat je mij uitgenodigd hebt ook. Ja. Voilà. Dat is tof. Merci voor het komen. Yes. Evert, volgende week zijn we er dus niet. Nee. We hebben nog heel wat werk. En het fantastische
Bob Peters shirts, ik heb het hier niet bij mij liggen, is gewonnen door @seppe_huisman. Dus die moet ons een berichtje sturen op Instagram, in de DM's, @mitmitpodcast. En natuurlijk, superveel mensen hebben gestemd. We weten vanavond of we een extra award winnen. KDB shirt is gewonnen door Niels Stulens. En het gala shirt door @obi_lijn. Ja, dat is randomizer. Die mensen hebben wel een hele goede dag, want dat waren 2 grave shirts om te winnen. Ja. Ja. Voilà, maar alleszins dikke merci voor iedereen die gestemd heeft. Als je wilt volgen of het winnen of niet, zeker Instagram, Friends of Sports en MitMitPodcast in de gaten houden. En de komende weken, als er geen aflevering zijn, dat zijn dan 3 weken niet, denk ik, of 2 weken niet, 3 weken niet, hou de Instagrampagina van MitMitPodcast zeker in de gaten, want jullie kunnen stemmen voor de Gouden Krok. Voilà. Jullie beslissen wie hem wint. Goed? Top. Tot 20 november. Bye. Can't stop.